Het is vandaag donderdag 23 december. Ja. En ik zit hier tegenover de gisterjarige Alex Agnew. Yes. Happy birthday, my, my friend. Uh, thank you, thank you very much, my darling. Uh, 49, ja. uh, de allerlaatste keer. Wij zijn allebei voor de laatste keer. Een vier. Met een vier of... ja, tram 5 komt eraan. Tram vijf, jongen, het is om zeven. dat niet. Het is gedaan. Zeg, is mijn geluid oké okay, of ben ik overstuurd? Of nee, ik dat nog? klinkt uh, redelijk oké. Okay. No. Ah, oké, okay. ja, Goed, ja. Nou, ja. Ik ben luid, maar daar ligt meer aan u dan aan u. Ja, ik ben ja. gewoon luid. Ik zal mijn microfoon een klein beetje <laughs> daar zitten. Oké, <Okay. laughs> goed. Voilà. Um, Gisteren jarig, 49 jaar geworden. Uh, uh, ga je, ga je het vanavond vieren zeker? Ja, in de Joker even hè, ja. iets drinken. Hè. Laat toch het niet worden. Hè? Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb zo'n gevoel dat het 11 overheid. tot 11 uur gaat zijn. Ja, ja ik ja. denk het ook. Ik heb het gevoel ja. dat ook de politie dan al voor de deur staat. Want dat het is al het gebeurd, ja, inderdaad. Ook, ja. 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 Dus, uh, dus ja, maar we gaan even iets drinken. Hè, yes, even, hè. Zelf, dat lijkt me een goed plan. Ja. Um, maar het is 23 december, het is vlak voor kerst. Hè. Morgen is het kerstavond, uh, 25 is het kerst natuurlijk. En dan, had ik, en dan vroeg ik me af, wat kunnen we over kerst doen? En voor, voor wat mij betreft, en daar gaan we het nu maar eens even over hebben: is Die Hard, behalve een van de beste films aller tijden, ook de kerstfilm? Ja. Uh, laten we zeggen, <laughs> wat vindt wat vind Alex Edu daarvan? Is Die Hard de beste kerst film aller tijden? Ja, dat is de leukste kerstfilm van ze allemaal, in ieder geval. Je hebt er nog een paar. Lethal Weapon, de eerste, is eigenlijk ook een kerstfilm. Juist. Je hebt zo een aantal films. Eigenlijk is bijvoorbeeld Batman Returns ook een kerstfilm. Dus ja. je, hebt wel, je hebt wel wat leuke kerstfilms om uit te kiezen. Ja. Maar degene die, die eigenlijk iedereen, denk ik, een paar jaar geleden ineens realiseerde: van ja, maar dat is ook een kerstfilm. Is natuurlijk Die Hard. En ja. Dat, ja. Uh, ja, dat is denk ik ook. Dat was zelfs voor in een tijd toen die uitkwam... ...was dat een redelijk uh, revolutionaire actiefilm. Dat Absolute. was ook iets dat je toen in de 80's ook nog niet gezien had. Nee, hè? klopt. Dat heeft op heel veel vlakken was dat anders ja. dan de rest. Ja. Uh, er is op Netflix... ...ik bedoel, voor de mensen die uh, wat achtergrond willen weten... ...en we zullen het waarschijnlijk ook wel aan, aan refereren... ...maar er is op Netflix zo'n... ...The Movies That Made Us uh, Over Die Hard. Die heb ik uh, ja. ook al uh, ook zitten bekijken natuurlijk. Um, uh, ja, het, het was eigenlijk. Uh, dat, maar ik heb hem nog niet gezien, want ik heb hem pas uh, nu net binnen. Maar deze, uh, dit is, uh, 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 deze film, The Detective, met Frank Sinatra, ja. was gebaseerd op een boek. Ja. En die schrijver moest daar een sequel op schrijven, op dat boek en dan op deze film met Frank Sinatra. Ja. En die film, dat is dan uiteindelijk Die Hard geworden. Ja. En nu ben ik alweer vergeten hoe dat oorspronkelijke boek heet, maar dat is zoiets ik, ik... heb dat ooit gehad, maar dat had zo de cover van, van de film toen, toen dat dat uitkwam. Nou ah, ja. filmt As Die Hard, maar dat deed een andere naam, die een boek. Ja. ja maar dat en niet meer ja, ja, en dat is, dat is inderdaad... Ja, dat klinkt dat dat een beetje is ook, als mijn bondfilm. Ja, dat is ook redelijk... Uh, redelijk hoe zeg je dat? Um, anders dan de film ook. Dus ja, er het... is, is ook wel veel veranderd. Ja, want, in die, want ik heb het gevoel dat in die uh, oorspronkelijk boek zijn het gewoon effectief terroristen. Ja. En in de Die Hard film hebben ze er dieven van gemaakt. Ja, ja. overvallers, hè, gasten ja. die zo'n uh, kluis komen leegroven. Ja, precies. Dat, uh, dat dat dan onder. Ja, die gijzelen dan wel de mensen die dat daar aanwezig zijn. Ja, ze hè. doen alsof ze terroristen zijn, maar eigenlijk ja. willen ze gewoon uh, ja. geld pikken. Ja, ja dat is een gebaan. heel goed moment dat de, de leider van de terroristen, Hans Gruber, gespeeld yes. door de geweldige Alan Rickman, ja. dat, hij, dat hij zo een gesprek heeft met de FBI en dat hij zo allerlei eisen begint te stellen. Ja, dat hij zegt van, also my brothers from Golden Dawn who have to be released. En dan zie je die is in een handlanger zo, Golden Dawn, zo... <laughs> I read about them in Forbes. Ja, zo. Toen ja, ja. was ja, die echt uit zo hol. Ja. Dat die gewoon maar wat, wat, wat sukkelen en wat doen en wat draaien en keren. En intussen hebben wij tijd om de kluis open te krijgen. Dat ja. is eigenlijk een beetje het idee. Hè? Ja, inderdaad. Nu, ik ga er. Ik, ja. um, uh, het, het is natuurlijk, het, dus, omdat het een sequel op een film was met Frank Sinatra, zou Frank Sinatra mogen, uh, mogen spelen. Dus die kreeg. Eerste keus, die heeft dat dan niet gedaan omdat hij toen al bejaard was, omdat uh, die, dat boek is tien jaar later. Uh, hij was al 52 in, in, uh, ja. in deze film. En het boek is twee jaar later, uh, of tien jaar later. Dus dat was een dikke in de zestig mm -hmm. en een actiefilm van iemand dik in de 60 ging niet. En dan zijn ze langs allerlei andere acteurs gegaan. Uiteindelijk zijn ze dan bij wat nu super. Wat je niet meer, wat ondenkbaar is dat iemand dat zou doen. Anders. Ja. Maar toen zijn ze bij Bruce Willis uh, uh, terechtgekomen. Maar mm -hmm. gewoon een. Aparte keuze was toen. En ja. dat is een van de zaken waarom het zo'n bijzondere film is, denk ik. Ja, omdat je zo in de jaren tachtig had natuurlijk. Dat was ook het. Uh hoogtepunt van al de musclebound uh, acteurs die ja. actiehelden waren. Hè? Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, dat waren zo de helden. Ja. Chuck Norris, dat misschien ook nog wel een beetje met zijn karate en zo. Steven Seagal is ook wel laat jaren tachtig, maar dat is ook hè, Die Hard ook. Ja. Dus dat waren allemaal zo de go-to gasten, waren allemaal van die mega macho's. En deze was eigenlijk de allereerste dat zo'n soort everyman had. Hè? Ja. Zo'n gast worden van zegt, ja, dat zou ik kick ook kunnen zijn, hè? zo bij wijze van spreken, als ik toch uh, ja, als ik een kicker was, zou en, zijn en politie uh, was en, ja. uh, en veel vindingrijker. Morgen en, en. Maar, maar voelde wel dat was niet, dat was een kerel die ook die gewoon naar zo'n vrouw hem wat, hè? Hij zit niet in een scheiding, maar ze zijn even uit elkaar en ja. het is allemaal wat moeilijk. En, dus hij heeft echt zo van die hele, dat is een hele, eh, Die zit ook op een vliegtuig in het begin en die vindt dat helemaal niet leuk. En dan nee. zit er zo'n gast naast hem dat zegt, you know what the secret is to surviving air travel? Making fists with your toes. Eh, so take off your shoes. Hè, als je ja. dan op in totel zei, when you get to where you're going, eh, take off your shoes and your socks and make fists with your toes. Yes. Wat dan eigenlijk nog heel relevant wordt in die film. Ja, dat is een, een, dat een hele goede, want iemand ja. zei dat ook op het internet, maar ik ben vergeten wie dat nu was. Maar dat is een hele goede manier, want heel vaak heb je in films dat iets wordt uh, uh, neergezet dat, en we weten als we kijken, oh, dat gaan we later nog nodig hebben. Ja. Weet je wel? En ja. dit is ook zoiets, maar daar voel je het niet aan. Nee, dat doet het niet door. Dit is een anekdote. Zelfs, zelfs niet wanneer dat hem het dan doen is nee. ook niet. Dat nee. doe ik niet door. Heb je niet door van. Kijk, het, 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 een van de strafste shit van die film is dat de gast. Hè, dat Bruce Willis op zijn blote voeten door glas en overal moet lopen. Ja. ja omdat die prorogelijke schoenen heeft uitgehouden toen de shit went down weet je wel? ja want je dacht oh ja en dan zegt hij dat ook op een bepaald moment zo son of a bitch eh? <laughs> making fists with your toes <laughs> kijk hoe en dan ineens hoorden daar dan denk je shit en dan moet je gewoon lopen en dan begint hij te lopen ja dan is hij ja. en dan en... Uh, heeft hij ook een terrorist neer neergeschoten, en die zijn schoenen zijn te want ja, die... dan zegt de boek of all terrorists in the world I had to kill I kill one with feet smaller than my sister eh? dan heb je zoveel die kleine voetjes dus dan wordt de roek zot van. Dat is trouwens die gast die dat hem daar uh, vermoord is eigenlijk uh, een slechterik geweest. Ook in um, een Bond-film. Uh, in, is dat Lights of Kill? Ik denk dat hij Andreas Wasniewski of zoiets heet. Als ik de acteur weet, of de personage? De danser, de acteur. Hè? En dat is zo'n blonde gast. Nee, nee dat, die, die wordt geweest... die later vermoord. Dat is de slechterik die. Ook die, die helemaal aan het einde nog een stukje. Nee, 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 want diegene de, de, de die vermoord is, die is een broer. Dat is, dat broer. is een broer, ja, ja, juist. Die met dat kort blond haar ja. dat ook een danser is, want ah, Alexander Godunov is eigenlijk ook een balletdanser. Ja, dat Dat is degene al. dat zo de, de, de rechterhand van Hans Gruber is. Ja. En, uh, en, en dat is wel heel funny dat, dat die... Uh, dat is dus een gast die dat in een bondfilm ook speelt. Je speelt in uh, The Living Daylight. Living Daylight, zie ik hier. Speelt die, ja. En uh, in Mission Impossible speelt hij ook. Uh, ja, zit hij ook nog in. Dus dat is eigenlijk zo'n gast die dat ook zo even een paar keren een gezicht was. Uh, ja. tijdens, tijdens... Want er zit bij de terroristen zit er ook een... Ook zo'n staple uit de jaren tachtig. Zo'n Aziat met zo lang haar van achterin. Ja, zo ja, ja. Die taal. op een gegeven moment zo. die staat op iemand te wachten en dan ziet hij zo. Oh, fuck. Je ligt er. Ligt ja, een, zo dan schikt hij zo'n sneakers of zo. Net dat <laughs> ja, je zo denkt van. damn, ik heb hier wel een. Dat is een zijn. Ja, dat een... zijn wel die details die die film zo goed maakt. Ja, omdat je ook die, die, die terroristen. Die kregen ook persoonlijkheid. Ja. Hè? dat was niet alleen maar zo. Dat waren niet alleen maar faceless bad guys. En nee, nee. Er zijn er wel bij, maar er zijn er ook bij, bij die ploeg. dat je denkt... Maar die, maar die, die Aziatische zie je ook in heel veel andere films. Hè? Ja, ja, absoluut. Die zit er in heel veel. Ik denk dat hij ook in Lethal Weapon zit. Die zit ja. echt in een hele hoop van die <laughs> films. Dat ja, <laughs> so was de go-to guy. Ja, Dat was de go-to evil karate kicking Asian guy. Zo. Maar die maar afhankelijke, al... die uh, Andreas Wisniewski. Ja. Waar, hè? Dus dat is die danser, die broer van de. Ja, de. de... ...onder grote slechter. Dus je hebt Alan ja. Rickman is, eh, is de eerste... ...en dat is de tweede. De Muscle eigenlijk. De, ja, de, 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 de Muscle De, 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 de mooie blonde man. De, ja. En die is een broer. En dat is de gast die op de stoel zit... ...en dat is zo staat... nou I have a machine gun, toch? Dat is toch die gast dan? Ja, ja, ja. 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 Now I ook... have a machine gun. Goh. Ja. Ho. Ho. Oh. Ja. ja, dat is zo goed, hè, dat je dat eronder heeft geschreven. Dat is keihard goed. Ja, dat vind ik ook. Dat is een van mijn favoriete stukken. En dat is ook het plaatje van deze, van deze uh, podcast uh, getekend door. Ah, hoe heet hij nou? echt Frank. Shit, hoe heet hij nou? Optimisticus of zoiets. Die gast ja. die uh, heel veel van die die heeft ook voor jullie wel als dingen getekend. Ja, 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 ja. 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 Hele fijne kerel. En die heeft uh, het uh, plaatje getekend van de, van de podcast voor de mensen die ze ja. voeren. Um, ja, dus, maar. Uh, de casting van, uh, van Bruce Willis. En die, die was eigenlijk... Die had een paar commercials gedaan, maar die was eigenlijk alleen maar bekend van Moonlighting. Ja, en was die had een een ge film gedaan, Blind Date. Samen ja, met uh, Kim Basinger. En dat, ja. was eigenlijk, dat is eigenlijk een leuke film. Ja. Like, is is dat Blake film, Edwards? Ik denk je het wel, hè? Ja, dat is een goede comedie. Dat is zo'n een, een disastrous Date. Ja. Maar wat wel, wat wel is, dat was een flop. Ja. Dus iedereen had een beetje gedacht van, ja, dat is een tv-acteur dat ze wel willen lanceren als, uh, als, uh, als ja, filmster in de cinema, maar dat is niet aan het lukken. Nee, klopt. Dus ook daar was dat, was dat ook nog altijd een rare keuze, dat hij ja. ook daar de hoofdrol in kreeg. Absoluut. Ja, uh, ja die, die blind dates van Blake Edwards en hij uh, doet een date met Kim Basinger en, en dat hm. is een beetje een... een over de top, alles gaat mis. En ja, uh, ja het is ja. Uh, een hele visuele comedie eigenlijk. Uh, dat is een klein beetje vergelijkbaar. Totaal andere film, maar zo Blake Edwards. zei ook een film, The Party. Ja. Nee, over Peter een Sellers. indische ja. acteur. Dat is een Peter Sellers. Zie je dat dat uitgenodigd wordt op een feestje. En dat loopt ook gewoon allemaal in het honderd. En dat blijft maar komen. En dat ja. heeft die filmboek heel hard. Hij heeft nog dus... een andere film tussen, tussen dit en uh, Die Hard. Dus vlak voor Die Hard, nog een andere film. Ook bij Blake Edwards ja. gedaan. En die heet Sunset. Met ah, James ja, Garner. Ja, ja. Ik heb dat nooit gezien. Ja, en Merkel ja. McDowell. Ja. Ja. Ook, dus... ook geen hit, hè? Dus dat, nee, was, dat was, echt was een al een grote flop. Ja. Die, die, die Blind Date, daar, daar was ook critically. Hè, dat was niet zo goed. En er werd niet zo goed naar gekeken. Maar Sunset, daar is echt gewoon niemand naar gekeken. Het is een soort. Nee. Uh, uh, ja, uh, jaren 40. Uh, ook een comedy-ding. Uh, speelt zich af in de jaren 40. Het ja. uh, doet me een beetje denken, zo, die beelden aan uh, die film met. Uh, en... En uh, Burt Reynolds. En Bert Reynolds. Ja, City Lights? City ja, City... Heat. City Heat. ja. Yeah. Yeah. En dat is ook een klein beetje Harlem Nights mee. Yes. Uh, Eddie Murphy en... Richard Pryor. Richard yeah. yeah. ja. Yeah. Ja, dat is... En dat heeft natuurlijk nog een andere star-making performance, eh? Alan Rickman. Ja, yeah. yeah. uh, ja. Die dat ook... Ja, die dat... The Bad Guy speelt, Hans Gruber. Yes. Wat heel cool daaraan is, is die speelt je zo heel gesofisticeerd en intelligent, Ja. Eh? Yeah ja die zonne gast dat niet dat was ook niet zoals dat je bij veel um, uh, ja zo jaren tachtig films hadden ook heel veel ofwel was de een of andere sleazy dealer of was ja, die ja. de corrupte politicus of het was het was altijd zo zoiets of, uh, of zo'n andere gespierde macho waar dat dan de held tegen moest gaan vechten op de einde. Maar deze was echt een gesofisticeerde, intelligente, ja. redelijk charmante klootzak. Want dat is ook op het moment dat je erin komt, denk er nog: amai, hè, je ziet er goed uit en je kan het goed uitleggen. En heeft een hele mooie stem, hè? ladies and gentlemen: dat hem die zo aanspreekt, ook ja. heel beleefd en zo. En dan heb je dat moment dat hij de het hoofd van de Nakatomi komt. Corporation, die uh, Mr. Takagi, dat hij op de zitten. en dat hem dan zegt: Van nu mogen we ons wel de code geven van de deur. Ja. Dan zegt hij gewoon: I'll, I'll, I'll count to, uh, I'm counting, there, uh, this is two, there will not be a three of zoiets. Ja, 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 ja. En dan zegt hij: you're, you're simply gonna have to shoot me. En dan schiet hem die en ook los deur ja, dat, dat de is ook Zonder, pardon, doet hij dat ook Maar okay, dat dan. is dan ook, en dan zegt hij. Oké, okay, we do it the hard way. Zo het. En dan het de in door. Oh, all bets are off with that guy. Ja, so. het is, is een beetje yeah. de roekeloze zakenman Die yeah. voor niemand en niks respect heeft, behalve voor het einddoel, namelijk heel veel geld. Ja, yeah. en, en ook binnenkomen en zo daar. Er zijn, zijn zoveel mooie dingen. En toen ook zo zegt van het uh, is really a beautiful suit, Mr. Takagi. Yeah? So, en dan uh, zegt, zegt hij ook zoiets van, uh, Which would be a shame to ruin it. Ja, ja, ja. Of dat hem zo so dat model ziet staan. En dat hem zo so, he so binnen. Er stond zo so maquette op een an tafel. En hij komt binnen en zegt hem. When Alexander saw the breadth of his domain. He, he wept for there were no more worlds to conquer. Ja. Yeah. Benefits of a classical education. Dat zit zo so vol met van die. ...onwaarschijnlijk coole dingen die is dat hij in zegt. Echt wel. Gedenkt, ja. Dat en die is... had, dat was letterlijk ja. zijn allereerste film. Die had daarvoor ja. een grote film gedaan. Die werd gespot uh, in een theater. Ik denk ja. night's Dream. Ja. En, en John McTiernan, de, de regisseur van de film... ...had die daarin gezien en zei van, ...ja, die moeten we hebben. Terwijl mm -hmm. ja, daarna is dat een soort uh, heel bekende uh, uh, acteur geworden... ...die allerlei rollen gedaan heeft. Altijd ja ook okay, even mijn favoriet is natuurlijk Dogma van Kevin Smith daar is hij ook echt ja. geniaal in ja um, en dit is ja dat is wel zijn de definitief... het Harry Potter alleen noem ja. maar op ja, de, de Love Actually die ineens zo keihard en heel veel verschillende rollen ook ja. he, de Volk. Sheriff of Nottingham ook heel leuk in, uh, ja, dat is Roy nog Roy een beetje een voortzetting van zijn slechte dikke rollen zo. ja 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 want hij speelt ook soms een goeie he. hij is ook niet altijd een eikel maar, maar het is wel zo ja die en Hans Gruber is wel misschien met een van de meest iconische villains uit uh, actiefilms. Hè, ja, toen, is, wij, echt... toen wij de slechteriken top 10 gedaan hebben, stond hij ook heel hoog. Misschien wel, hey, ik weet niet meer op welke plaats hij stond, maar die stond fucking, zeker in de top 3. Ja. Ja, dat, is, is gewoon... dat is Heath Ledger Joker niveau. Hè. Dat Absoluut. is iemand waar ja. je van zegt. Dat is, eigenlijk is dat ook een bad guy, wat, wat soms veel dingen vergeten, wat ik ook een beetje met Marvel soms heb, is dat ik denk: ja, uw helden zijn ook maar zo goed als uw hè En als ja. uw slechteriken niks voorstellen. Dan kun je ook niet veel inzitten met wat u een held allemaal doet. Klopt. Terwijl dat je heel hard door hebt met, met Hans Gruber, dat is een probleem. Hè, voor, voor... Ik heb ook dat moment dat die elkaar tegenkomen in de film. Ja, dat is, dat is dat voor dat mij je... ook een van de topmomenten. Dat hij zo, zo don't kill me, ja. don't kill me. En dan zo, hey, zo: what's your name? Clay. En dan doet hij ook zo'n Amerikaans accent. En hij voelt al wel dat er iets niet juist is om die gast. Maar je ja. hebt zo, zo dat aangenaam ding dat hij zo met elkaar een sigaretje smoren en zo wat ja. tegen elkaar babbelen en zo. En dan ziet hem ook dat hij geen schoenen aan heeft. Want dat is ook dat moment dat je dat ziet. En hij later als hij wegloopt, dat je dan zegt, Cheese de venster. en dan ja. Zegt ja oh, yeah. shoot the de ja. Dat je zo dat glas kapot schiet en dat hij erdoor loopt. Dat, dat is wel, niet. daar het scheidt. Ik spreek ik, ik natuurlijk geen fuck Duits, maar daar het scheidt ja. is zijn Duits niet zo goed. Of, of grammaticaal niet juist. Sava, dat valt mee, dat kon erger. Maar er zijn momenten dat hij ze zegt van. Uh, uh, zegt hem zo zin, zien, ik ken hem niet helemaal van buiten, maar het is zoiets van. Am dritten stockwerk komt zo Dan heet hem zo dat pistool, we <laughs> wilt hem die doodschieten, maar dan doet hem klik. Hè? En dan draait een ander naar ja, noem en heet hem zo weet. ...allee, we ontmoeten elkaar, Zo ik en ga. En dat is ook wel een heel keigoed moment. Ja, ja. Het is inderdaad... Iemand op het internet die zei... Timely Walrus, ik weet niet wie dat is... Op Reddit zei hij, denk je. zegt, hoe beter... Eigenlijk, hoe slechter de ik... ...hoe beter de die-hard films. Er zijn natuurlijk vijf die-hard films. En het is natuurlijk wel... Ja, die eerste, Alan Rickman... Ja... Daar, daar kan weinig uh, tegenop, hoor. Uh, Niemand. Er is er geen ene even. Je hebt in een derde speelt uh, Jeremy nee, Irons, eigenlijk de broer van Hans ja. Gruber. Ja. Die doet dat ook wel goed. Die heeft er zowel zijn eigen ding mee gedaan. En uiteraard is, is Jeremy Irons ook Jeremy Irons. Hè. Ja, dat is ja. de minste acteur, dus uiteraard is dat ook fantastisch. Maar dat is wel, ja, Hans Gruber. Het idee alleen, ik vind het al fantastisch als je zo die camionet ziet komen aanrijden. En die klapt open en die gasten wandelen eruit. En hij loopt in het midden. Die introductie van dat personage is al zo indrukwekkend ja. dat je doorheet: ah ja, hier is hem, de bad guy. Maar het is ook, het is ook wel een, echt een, een topcombinatie. tussen ja. een fantastisch script, ongelofelijke acteurs. En natuurlijk geweldige regie. Hoe het gemaakt mm -hmm. is, hoe het eruit ziet, hoe het gedraaid is. Ja. ja Die John McTiernan, dat is iemand die, die ja, uh, toen uh, in die periode heel weinig verkeerd uh, kon doen. Ja. Want die had daarvoor, uh, uh, ook een van mijn favoriete films aller tijden, uh, Predator gemaakt. Ook fantastisch, ja. Uh, en ook even goed daarin, als in, als in Die Hard, je hebt, uh, je hebt een combinatie van, van actie, maar ook van humor. En ja. die in humor werkt keigoed. Ja, klopt. He, in dingen is dat dan omdat dat eigenlijk bijna een parodie is op al die uber-macho-films. Daar ja. parodieert iedereen zijn eigen banaal. Schwarzenegger ja. is dangerously on the edge of, of John Matrix van Commando uit te lachen. Ja. In, in Commando ook al funny was. He. Dat is het enige dat je kon zeggen van van Schwarzenegger is dat die in de tijd al door had dat die films zo'n nozel waren. Ja, ja, ja. precies. Dus je wist al van: ik moet hier zo een knipoog gaan geven, want niemand neemt dit zo al serieus als, als, als je dat niet doet. Just. Terwijl Stallone die kon zowel dodelijk serieus zijn erin, wat ja. ook cool is, want dat is een totaal andere vibe. Ja, ja. Maar ik vond dat wel altijd, uh, ik vond daar wel heel leuk om die, om die... Ja, en hetgeen wat Predator natuurlijk ook had, was het. het begint als een soort oorlogs-Vietnam-achtige film. Ja. En die gaat into uh, alien-hunting. Dus ja, dat, ja, is, ja, ja. Dat, is, dat is een... En, en bij is het ook is het natuurlijk niet van... We gaan van de een naar het andere genre, maar dat is wel... En op On Your Edge actie. En echt wel goede jokes. Ja, en ook, ook het... Uh, ook, ook... Ja, het is eigenlijk gewoon, hè. Dus het is een, een politieagent die een estranged is van zijn vrouw die voor een carrière gegaan is. En ja. hij is er ook een beetje kwaad op omdat ja. ze haar carrière gekozen heeft. En ze zijn zo zoon, ze gonden er naartoe en ze moeten het allemaal gewoon goed maken en ze zien elkaar. En, en hè. zij noemt hen, ze heeft dan haar meisjesnaam gebruikt ze terug, ja. Holly Arrow. En dan is ze ja. daar ook zwaar pist over. Dus je krijgt eigenlijk zo'n soort, oh, het is een. En hij uh, gaf de kerstvakantie en dan naar dat gebouw en bla bla bla. Ja, En dan vallen die terroristen er binnen en dan is het ineens allemaal door de, de kloten. Hè. Ja. En dat is ook zo. Dat vind ik ook zo goed dat je dat door hebt. Dat je zo overhaald is door wat vrienden voor de roek naartoe te gaan. Dan ja. zit je op een bepaald moment in zo'n airduct te kruipen. Dat so, Come up to the coast. Eh. Ja, ja, ja. We'll have a couple of drinks, have a few laughs. <laughs> en dat je zoiets hebt: eh, van Jesus Christ, what the fuck yeah. zit ik hier? En dat is natuurlijk altijd: ik herinner mij dat, want ik heb die film heel veel met mijn vader gezien. Ah, ja. Dat was echt een scène dat je altijd moest lachen als die dat zei. Dat is dat ook zei. echt het grappige. Dat, dat, hard... dat is Bruce Willis ja. Uh, ja. in een notendop. Dat, ja. dat is cynische, ironische... Uh, uh, dat is zijn we zijn kracht. in the middle of the shit en we maken er een mopperke van. Ja, en dat is die zijn kracht. Hè? Dat hem ja. ook zegt van, want hij zegt dat denk ik ook tegen, tegen Hans Gruber, dat hij hem nog denkt dat dat die, die Bill Clay is. Ja, ja. Dat hem zo zegt van... Uh, hey, I just came up, uh, I'm, I'm, I'm over here on a holiday. Oh nee, zo dat. <laughs> maar zo, zo dat is allemaal zo. zo of natuurlijk ja, ook. Wat ook zo goed is om die film, is dat er zo heel veel nevenpersonages zijn die ook oké goed zijn. Ja, ja absoluut. Dus het is niet alleen, he, zowel die, die rechterhand van. van uh, die Karl, die rechterhand van, van, van Hans Gruber, dat dat ja. zo kwaad is omdat zijn broer dood is. En die je gewoon wilt kapotmaken, terwijl dat hij daar zoiets heeft. Ze is kalm, want op een bepaald ja, moment ja. word je zo razend kwaad groeit Je zit in van het tafel. Gooien, ja. en, dan ja. en, dan zegt, en dan zegt zij: It's John. En dan zegt hij: How do you know? Only John can piss off somebody so bad. <laughs> He, zo. So, dat zit zo vol mee. En je doet ook zo die ene die je kookt up. Eh, ja, je collega. collega, die dat zo de toffe wilt gaan bij die terroristen, want die hebben het Dat zo onder... de enige, als die doodvalt, denk je, ah, oh, godzijdank, gelukkig. Ja, godzijdank, die, dat die is fucking dood vanaf de dus Zeer vier. goed gespeeld, hè. Ja, ongelooflijk goed gespeeld. Eh, en zo. natuurlijk ah, en... El Powell, de, de zwarte, de zwarte ja. flik in de die auto. Die is ook geweldig. Die per... en, en die hele mooie de limo? dat die met elkaar hebben. Ja. Ja, ja, aan het einde geven die een knuffel, die hebben elkaar eigenlijk niet ontmoet... Ja, ja. ...en je voelt gewoon de liefde die die hebben voor ja, elkaar. want die houden niet van elkaar, door, door, die, door ja. dat die... Want op een bepaald moment, hij noemt zijn eigenaar Roy naar Roy Rogers... ...omdat ja. dat dat hij hem zegt, ja. we weten niet wie dat hier aan het lusteren is. En dan zegt hij zo... Uh, How you doing up there, Roy? How you feeling up there, Roy? Pretty goddamn unappreciated, Al. Die neus van die... Of dat dingen, of dat, hem zo, dat hem die politie komen omdat hem de fire alarm aflaat hè? en dan ze, ze, staat er zo beneden een op de, de, de balie. Je zegt hey, niks om de hand, maar de valse alarm en die rijdt terug. En die zo No, 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 you dumb motherfuckers. Hè? En dan gooit hem zo dat lijk van die gast, deur het raam, op die een auto. Die een auto zo met volle paniek, want dat is dan hè? Die, 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 die zwarte politieagent. Dat dan achteruit draait, zo... Wa? En dan hier zo... Welcome to the party, pal! En zo, dat, is, <laughs> dat is allemaal zo goed, hè. Dat, 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 je, dan, goed. dat je denkt van... Ja, dat is, dat is, je voelt ook die, die keisschone vriendschap ontstaan tussen die twee. Hè? Die, die inderdaad elkaar nog nooit gezien die hebben. Die elkaar hebben. nog ja. nooit moeten. Trouwens, de, ja. de baas van de zwarte politieagent... Uh, is uh, Paul Gleason, de uh, principal van de Breakfast Club. Vernon. Van Vernon uit van 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 ja, Breakfast ja, 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 ja. Club. Die, die, uh, ja. die, die uh, ja, die is hilarisch. die heeft ook een goede zin, uh, had ik hier genoteerd. Op een gegeven moment, helemaal aan het einde van de film, uh, valt Hans Gruber mm. en dan zegt die: I hope that's not a hostage. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Ja, en er zit ook zo... Er, er is ook zo'n moment dat dan Robert Davy en die zwarte ja. gasten aankomen dat de FBI-mannen die, die de, de boel komen overpakken, en dan zegt hij special agent Johnson, FBI, this is special agent Johnson, no relation. Maar dat is ook zo overduidelijk dat je denkt, ja, die gast, die zwarte ga zit daar niet op. Dat is Jansen en Jansen, dat is ja, eigenlijk ja, van Kuifje. En dan zitten die zo in een, in een helikopter, en op een bepaald moment zegt hij Robert Davy zo, Woo, just like Saigon, Slik. Huh? slick. En die andere, I was in Junior High, Dickhead. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is, maar dat is, het is een ja. beetje zoals de Breakfast Club of Ferris ja. Bueller's Day Off. Het is natuurlijk heel 80s, uh, uh, maar het is zo quotable. Dat is, dat is zo, zo, goed geschreven. Niet normaal. Die zitten, 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 zitten dat, zit vol. Ja. Maar heel de tijd. Er zitten ja. zo heel de tijd zinnen in, waar ik ik van denk, Hans, Bobby. Uh. Man, hè, die vozen. Maar zo, je man, die vos. Maar je allemaal zo van die dingen dat die hij zeggen. ah, dat, ja, dat is van, echt, oh, deze dat is is echt, echt uh... zo goed. En dat is ja, dat is, dat is de kracht. En dan hebben we het natuurlijk nog niet over de catchphrase van de eeuw. Yippie-ki-yay, motherfucker. Dat is echt <laughs> gewoon zo goed. Of de, of ja, ook een verwijzing naar hoortjes. Uh, ja, of dat hij ook zegt, wat is dat? Um, Sweet so friend, I was like, oh, god damn. And he's oh, like, hey, were you okay, Roy? I just swallowed the remains of a thousand year old Twinkie. En dan zo, what do they put in those things? En dan zegt hij, Monosodium glutamate is not everything a growing boy needs. Want je ziet hier loopt Twinkies kopen. <laughs> ja, ja, ja. Die... Zo heel veel. En die, ja, zo die uh, het gast aan de kassa, die, die, die gelooft niet dat het niet voor, alleen voor hem... Ja, die, dus ja, dus denk die denk, ze... Nee, nee, no, het is voor mijn familie. Ja, ja, dat is ja, niet ja. waar. Dan ga ik dat, ja, dat, we we al fucking dat fucking allemaal loop dink eten. Dink zak. <laughs> ja, dat is, echt, <clears throat> dat is echt zo goed. Goed, ik ga even een paar dingetjes voorlezen ah, yes. van, uh, van mensen van het interwebs. Die, uh, die, uh, die, uh, er zijn heel veel mensen fan van de, van de film. Uh, Jan Blondil uh, zei op uh, Facebook, denk ik... Ik zou liever kerstavond doorbrengen met Hans Gruber... dan met iemand die Die Hard geen goede film vindt. Ja. Uh, DJ Naves... Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek natuurlijk. Op Twitter die zei... Mijn eerste film in Kinopolis was Die Hard... Volgens mij heette dat toen nog. Maar goed. Uh, ja, met met, met toen THX-sound. Ja. Ja. De scène waar na een ontploffing de sprinklers aangingen, blijft me bij. Het was alsof de zaal onder water gespoten werd. Nummer één voor mij. Ja. Uh, uh, en, maar, er, maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die uh, niet zo uh, positief zijn. Zoals Karel de Weert. En die zei: zelfs als we de lat verlagen naar kerstfilms, blijft Die Hard een waardeloze flutfilm. Bedankt Karel voor die mening. Het grappige is natuurlijk ook... Dit is weer zo'n film waarvan je denkt... Hoe kan het dat je die nog niet gezien hebt? Nee. Mm -hmm. Maar er zijn... En ook op het internet waren er een aantal mensen die zeiden... Ik heb hem nog nooit gezien. Nu, voor de mensen die het nooit gezien hebben... Of voor de mensen die het nu willen herbekijken... Hij staat op Disney+. Plus, dus je kunt hem zo... Uh, deze en de sequels staan allemaal op Disney+. Plus, kun je zo kijken. Maar ook natuurlijk... Hoe kan het ook anders? Amélie Albrecht heeft uh, de film nog niet gezien. Ah, en ik dacht. ga met... Uh, en daar gaan, nee. daar gaan we nu naar luisteren. Maar ik heb dat nog niet opgenomen. Dus ik hoop dat het lukt. Anders kondig ik nu iets aan wat er niet komt. Maar normaal gezien spreek ik morgenochtend even met haar af. Dat we het over uh, Die Hard gaan hebben. Dus dan gaan we hopelijk nu luisteren naar uh, Amelie Albrecht. En wat zij van Die Hard vond. Focus, ah. Amelie Albrecht. Fok Muller. Oh. Uh, Merry Christmas. Ja! Uh, het is uh, ongeveer kerst. Uh, ja, de kerstfilm is Die Hard. En ik dacht, die zal Albrecht nog niet gezien ja. hebben. Nee, dat klopt. Nog nooit gezien. Maar dat, het kan niet dat je er nog nooit van gehoord had. Ja, jawel, sowieso wel, hè. in Friends ook. Ja, natuurlijk. Ja, ja. in Friends is het een favoriete film van alle tijden. Ja, ja, want ze gaan die dan huren. En ze, gaan, en, en ze hebben twee ook gehuurd, maar dat is dan terug één en dan, ja, zo. Ja, ja dat, dat weet ik wel. Ja, die kijken de hele tijd Die Hard. En, en, de, de, ja, de die Hard is van Chandra en, en, uh, en Joey is een, een go-to film. Hè? Ja, ik vond dat zo raar dat ik dat dan nog nooit had gezien. Gewoon, nee, denk, dat, dat, dat want dan zit er in die race denk, van, ah, Dan denk ik van: daar wil ik wel checken wat die dan er zo goed van vinden. Dat oh, maar, dan ik, dan... Ik, ik, weet, ik weet perfect wat er allemaal in voorkomt, maar ik heb daar nog geen kloten van gezien. ik weet Als ze in Londen zijn, ga het ook over My Giant. Ik heb ook nog nooit gezien of zoiets. My, um... my Giant? Iron Giant. Iets met giants. Ah, oké, okay, ja, dat weet ik niet. Nee, Alleszins. Ook zo'n film, ik ga dat niet beginnen opzoeken, gewoon omdat Time Friends komt. Uh, oh, ja. oké, okay, goed. Ik had toch verwacht dat je. Want in de Friends quiz, die, er door, die we in februari gaan doen, als alles mag doorgaan, Ja, daar moet wel een diehard vragen in, vind ik. Ik het... zal het fixen. <laughs> ik weet wel een goeie. Ja? Ja, ja. niet zeggen wat alles dan weten ze. Maar. Nee, ik gaat u straks zeggen als ze klaar zijn. Als het af is, ja, dat is goed. Ja. Dus uh, je had ervan gehoord, het zit in Friends. je wist wel ongeveer. Ja. En Bruce Willis, leuke vent ja. of niet? Wat? Leuke vent of niet? Goh, ik ken die niet zo goed, uh, maar de laatste keer dat we belden, ik weet niet wat. <laughs> ja, ja. Nee, ja, ik zie die wel graag bezig. Ja. Oké. Okay. Nee. Goed, dus je hebt die vandaag voor de allereerste keer bekeken? Ja, daarnet, we zijn net klaar. <laughs> en heb je hem doorgespoeld of heb je hem echt. Heel... Niks, niks. Ik heb van begin tot eind. Zitten kijken. Jeeeeee! Wel dan. Goed, vertel, wat vond je? Uh, ik ben heel blij dat ik er naar gekeken heb. Oh! Ja. Het, ja dus je vond het goed? Ja, ja. Eene dingen wel. De enige opmerking die ik heb is dat ik die limo-dude veel meer had willen zien. Ah ja. Ik, vind dat die, ik heb altijd moeten lachen als die in beeld kwam en dat gebeurde eigenlijk amper. Ja, die dat kwam er niet zo goed Ja, ja. 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 Dus hij wordt aan de luchthaven opgehaald door een uh, limousine, en dan gaat hij. Uh, uh, ja, die staat eigenlijk heel de hele tijd in, in de parkeergarage van, van het gebouw. <laughs> die hè. is niet meer met wat er allemaal aan. Die te... weet, dat is. gebeurt allemaal om hem heen. <laughs> Alleen aan het de... einde rijdt die, uh, doet hij wel uh, nog een heroïsche act. Maar ja, er zitten heel veel toffe personages in. Hè? Dus de, dus het is, het is... Je hebt natuurlijk Bruce Willis en iedereen weet Bruce Willis en de slechttrek. Hè, Alan Rickman, die Hans Gruber, die slecht trik, Maar al die kleine bijpersonages zijn ook allemaal tof. Ja, ja. Maar ik heb ook zo. Niemand. Ik heb eigenlijk alleen bij die een baas, als die een doodgeschoten werd, had ik zoiets van: oh nee. Maar bij alle rest zo niet. Ook niet ja, die wel een... bij die. Als die... Nee, bij die do... vooral die bij die ene arrogante doet. <laughs> Dat was van: ah yes. <laughs> Maar als die Aziatische baas wordt neergeschoten, dat is wel echt zo van, oh fuck, nou zijn we vertrokken. Hè? Ja, dat vind ik wel wel voos. Ik dacht van, oh, het gaat hier een toer op gaan, dat uiteindelijk iedereen dood gaat. Of maar dan toch, uiteindelijk niet, dus we waren blij. Ja. En dat was wel mijn gedachte toen. Ik zei, oh, godverdomme. Ze gaan allemaal dood. Niet te veel investeren in de... Nee, goed. Ja. Dus... En, en uh, uh, want ja, dat is natuurlijk: het is een film uit 1988, dat is fucking uh, voor jouw geboorte. Mm -hmm. uh, uh, maar, maar vind je dat dan wel nog spannend en, en, en uh, bij, kun je wel je erin verplaatsen? Maar ja, natuurlijk, ik vind dat wel toffer, eigenlijk, zo'n film. Ik was, eraan, ik was eraan aan het denken terwijl ik ernaar aan het kijken was. Want het is niet dat het mij stoorde dat het zo oud was of zo. Ik heb dat totaal niet. Ik kijk daar eigenlijk nee. liever naar dan, uh, ja. Nee, omdat natuurlijk, dit is, dit is echt weer zo'n film uit het pre-gsm tijdperk, hè? want ja. heel veel shit zou kunnen worden opgelost als er iemand een cellphone had gehad, hè? dan kun je gewoon mensen bellen en, en dan kun je, weet je wel, dus dat, dus, hè, die gasten in de limo kun je bellen, je kunt die flink bellen, je kunt gewoon 911 bellen. En dat, had de gsm's bestaan, dan had die film niet gemaakt kunnen. Dus dan die had film, film niet gemaakt kunnen. Dus... Ja, nee. nee, dan moeten ze een of andere bullshit-ding verzinnen van. Ja, er is hier geen ontvangst. of... Uh, oh nee, misschien ja, ja, als er zoiets gebeurt, dan denk ik ook altijd: maar hoe zelfs? Hoe, ja. dat kan toch niet? Dus als ik naar zo'n film kijk, van in de jaren tachtig dan, dan denk ik: ah ja, klopt, die konden niks. Of ze moesten een portaard gebruiken. Ze snapten alleen. Die snapte, konden allee, dat... kon niet opzoeken op het internet. <laughs> nee. uh, ik moet wel zeggen, ik had op het einde iets heel 9-11. Ah ja, met dat, dat, dat gebouw, het gebouw en, en dat kloof. Een pik plof. die een pik die, die uh, allee, uh, Rickman met, met zijn personage... Uh, Hans jawel. Gruber die die, die uh, uh, Hans, Wait, Gruber oh, Hans Gruber. Hans, ja. ja. Die, die, die valt dan zo uit, uit dat gebouw en dan allemaal zo papieren en dan denk je van... Dat is wel... Ja, 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 dat is... In 9-11. Ja, ja, dat is... Je kunt nu, als, je, als er iets gebeurt met een groot gebouw en een ontploffing, dan is dat wel een soort uh, referentie ja. ineens, hè? Ja. <laughs> dat is wel... Allright, en uh, wat, wat vond je uh, voor je het ook grappig, heb je ook moeten lachen? Ja, ik heb wel ook moeten lachen, ja. Uh, verschillende keren, vooral met die limo doet, Soms was er zo'n shot dat hij zo aan het gaan was op de muziek en en ah man, daar heb ik heel erg moeten lachen. Um, en voor de rest ook wel wat zo, hè? Ja, ook, ook met die ene en ander arroganten doet van op de bureau die collega ja. zo, ik moest wel ja. allemaal lachen. Um, ja, ja, ook die is zo Oh, die is zo tenenkrullend irritant, ja, maar dat is zo goed gespeeld, hè? Ja, goed. Ja, dat is de enige. Als die dood wordt, dan denk je van... Oh, godzinnig, daar zijn we vanaf. Ja. <laughs> en uh, ja, het is ook wel... Dit is zo'n soort film die uh, dan daarna heel veel navolging gekregen heeft en, zo. en, en, en Ja, dat is zo'n een, een beetje een normale gast in een extra rare situatie. En, en, uh, Niet zo'n normale dus, gast. Ja, Bruce Willis speelt gewoon Bruce een truc, een normale gast. Nee, oké, okay, ja, dat is wel waar. Sorry, dat is een halve Rambo. Dat ze op mijn vier uur dood gegaan hebben, dan had ik gedacht: van, maar nee, dat kan toch niet? Hoe zelfs? Hoe? En een normale gast, What the fuck? Oké, okay, ja, in, in die periode waren de actiehelden Sylvester Stallone en Arnold Schwarzenegger. Ja, dus okay. vergelijk ik daarmee, is het een normale gast, zullen we zeggen. Ja. Oké, nog niet die uh, vervelend dik mannetje zoals ik, maar het is wel een normale <laughs> gast. En wat ik ook echt heel goed vind, is dat die vrouw, dat vrouwelijke personage. Is die ook zo badass? Ja, dat is wel heel cool. Ja, dat, die is, dat is geen woman in uh, need, weet je wel, die, is, die gaat ervoor. Die, Oké, okay, die heeft hem daar veranderd, wat zij, wat zij, die wil zelfstandig zijn. Ja. En, die, en die is de baas, als de wordt nooit zij de baas. Mm -hmm. En, die, en zie, die laat zich niet doen. Nee, maar wel toch nog altijd een vent nodig om haar te redden. Hè. Allee, ja, kom ja, maar. Zo werkt het toch niet? Dat is ook gewoon <laughs> het leven voor <van> Kaas. <laughs> en haar naam dan terug te veranderen. Oh. Ja. Nee, nee, ja. 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 Maar, uh, <laughs> dat was ook wel zoiets. Al, ik vond het wel schoon dat uiteindelijk eigenlijk stoorde me niet, maar zoiets cliché van: Ah ja, natuurlijk zegt ze nu die naam. Ah ja, natuurlijk dit. Ah ja, dat ja. zo. Ja. Dat was allemaal wel zo. Um... Ja, dat voel je wel een beetje. Dat is het kerstgegeven aan de film ook ja. like, een beetje. <laughs> maar ja, ik wist ook sowieso wel dat hij ging uh, leven nog. En dat het wel hoe ging aflopen, want er zijn er gelijk nog 17 films van ja, gemaakt. Ja, ja, er zijn er 25. Uh, oh, ja, dan ga ik ze bieden. Maar ik wil gewoon zeggen, uh, dus je weet dat, maar er waren heel veel situaties waarin ik toch nog altijd, dat maar hoe ga ik. Hier dan, Allee, Zo snap je en dan, ja, ja. dat je het toch nog spannend vindt, dus dat vond ik dan wel tof. Ja, um, absoluut, absoluut. En ik wil even raden wat er nu gaat gebeuren in die andere films. Hoeveel zijn er nog? Vier of zo? Vijf. Ja, nog vier films, ja. Vijf in totaal. Ja. Die gaat toch sowieso in LA blijven? En dan nee. Met die, met, nee? Ah, nee, nee, Tim. Die, die, die films die... De ene doet zo dat dat zijn partner ging worden en dan hij daar in de... In de ah ja, dat had wel... Los. Nee, die films die zijn eigenlijk allemaal redelijk op zichzelf staand. Uh, uh, en de, nou, dan komt zijn vrouw er wel in. En zijn dochter komt er in een. En zijn zoon komt er in een. Maar het zijn allemaal. Het is, niet echt, het is geen soapie. Het is, het is geen doorlopend verhaal eigenlijk. Nou, dat vind ik wel eens prettig. Ja, dat is ook. ja. Uh, uh, en die zijn ook van wisselende kwaliteit. Die eerste drie zijn heel goed. Die vierde en die vijfde, ja, die zijn aangaan, zo. Maar, die, maar die, En die derde is ook nog met Samuel L. Jackson. Uh, oh ja. uh, en die is ook wel echt heel tof. Uh, er zijn ook discussies over of de tweede of de derde beter is of zo, maar de eerste is gewoon de eerste ja, is daar. is het uh, toch ook redelijk persoonlijk. Ja, ja. ja het, is ik dan... het is dat. Moet wel zeggen, ik was er naar aan het kijken en ik dacht, hey, straks is het nu kerstavond en ik moet zo nog wat boodschappen doen en vanavond is het uh, feest. Ja, um, en nee. uh, ik was echt aan het denken van, ah, oh, ik zou echt dan wel naar de tweede willen kijken, maar ik heb het straks iets te doen, dus voilà, dat is al de eerste. Dat vind ik uh, goeie. Dat is, moet je ook doen, want die tweede is ook nog uh, in de kerstperiode. en nou, de derde leuk. Ja, ja, maar de derde niet meer. Maar de, de tweede wel. En die is ook wel. Die speelt zich af op een, op een vliegveld. Ook een beetje uh, ja, er gebeurt van alles op een vliegveld en hij moet het ook Ik vind het doen. ook wel leuk dat het gewoon in één gebouw is. Dat is ja. voor mij makkelijk om te volgen. Soms, soms kan ik echt zo naar iets zitten zien. En dan ik ben die film wel aan het zien, maar dan ben ik zo twee minuten zo in een andere zone. Ja. En dan staat die hele keer ja, in die woestijn en dan denk je maar, huh, hoe de fuck, hoe? Uh, <laughs> nee, dat was niet. Hij stond niet ineens in de woestijn, het was allemaal <laughs> netjes in het gebouw. Dat vond ik leuk, uh, dus, dus ja. Ja, alright. En zijn er nog dingen opgevallen? Um, er waren geen dieren. Nee. Daar nee, dat weet ik niet om. Nee, wat nee. mij wel ook iets opgevallen, wanneer dat die uh, Hans erachter nee. komt, dat... De, zijn vrouw, die in dat roze is zo. Ja. Um, als hij dat kind op tv ziet. Ja. Maar dan denk ik zo: dat kan toch niet? Dat je, allez, Een kind, wat zou dat geweest zijn? Vier jaar of zo? Die zien er allemaal hetzelfde uit. Alleen gaan we nu toch niet zeggen dat hij. Nee, maar dat maar echt ik denk dat hij. Dat dat Van die, op die foto. Ja, hij doet dan dan die dan foto moet... omhoog en dan ziet hij het of zo. Ja. ja nou wel een beetje maar eigenlijk is er ook een beetje als, als de media het is ook een beetje de aanklacht naar de media hè want er is een hele vervelende reporter die die shit ja. beklapt eigenlijk en dan dit is eigenlijk ook zeggen van ja als dat niet gebeurd was dan hadden ze gewoon hadden ze kunnen redden maar nu weten door tv die zijn er als de kippen bij die staan vooraan uh, er vallen mensen dood maar ze filmen het allemaal met veel plezier weet je wel uh, Dat vind ik er ook wel dus, en dat wordt niet in je in je, dat is niet zo in je gezicht geduwd maar nee. ze, en passant, passeert daar wel zo van. Ja, media doet En dan geeft of... hem dan uh, een box. Hè? Ja, dat is geweldig. Hè? Ik, Was... ik heb wel heel hard moeten lachen. Hè? Omdat ja, hij ja, dan ja. ook zei: Did you get that? Ja, precies. Ja, dat nee, is... zo, bij alles en dan krijgt hij eigenlijk daarom op zijn bakjes, dan, Ja, ja Maar dat is TV, ja, I we weten het allemaal. Ja. Dat is. UTV dat al andere tijden zijn, en nu is dat een dan. <laughs> nee, jawel. Keihard wel. All right. Nou, ik ben blij dat je zo enthousiast bent. Dat vind ik gaaf. Ja, ja ik ben had... ook wel altijd enthousiast met kerst. Dus het kan gewoon zijn... Het is gewoon het kerstenthousiasme. ...dat periode ligt, maar... Um, kijk. Heel, heel fijn. En uh, bedankt voor je kerstkaart, trouwens. Je hebt een gave kerstkaart gemaakt. Ja. En, en uh, Jij ook... Uh, ja, voilà. ja als jij stuurt moet ik je, je terugsturen ik kan die al oh. uh, maar ik, ik had hem al opgestuurd nee dat is niet waar ik had hem ja, Stel dat ik had u geen kerstkaart zou sturen ja, dan je dan het toch voorbij, ah, voilà. ik toch eigenlijk even voorbij is dat wat ik moet zien. weten voilà. lieve Amelie geniet van deze dagen en enorm bedankt om voor mij die hard te kijken en tot de volgende ah, keer dat is ik verzin wel weer iets Dag, bye. <laughs> bye bye Voilà, dat was Amelie denk ik of niet. niet of of niet? Zeg dus het gelijk bedoel... dat is. Of waar de fuck was ze? <laughs> ja, ja uh, ze heeft ook een zwaar en druk leven. Nu, nu mm -hmm. uh, de maand even niet meer. Uh, net als iedereen. Maar, uh... nou, we hebben uh, een iets minder druk leven. Uh, vanaf uh, oh, deze, deze week maar weer. Ongelooflijk. Ja. Uh, Wat ach, ik man. nog wou vragen, trouwens. toen mm -hmm. ging ik naartoe. En toen gingen we heel ergens anders, anders heen. Uh, was jij fan van de reeks Moonlighting. Waar Bruce Willis en. Uh, hoe heet je? Sybil Shepard? Sybil Shepard. Uh, een soort detectievenbureau en ja. een, 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 een wat statige mooie vrouw en een mm -hmm. uh, losbol kerel en die gaan samen shit oplossen. En ze hebben ook ja. chemical, uh, 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 sexual chemistry. Mm -hmm. ik, ik was zeer grote fan daarvan. Jij? Ik heb dat gezien, een aantal afleveringen, maar ik heb dat ah, ja. nooit super hard gevolgd. Ah, ja. En ik weet nog dat toen, ik, toen dat Bruce Willis uh, daarin speelde, ja, dat die speelde zo'n typische wise-ass. Ja, wat dat, ja. dat ook wel een beetje heeft, dat is John McClane ook, maar minder. Ja omdat hij als John... Ja, allez, zo. En wat ik wel vond, was dat ik, ik vond dat wel raar dat die gast een actiefilm had. Ik herinner me nog ja. dat ik dacht, oh, mij dan die je. En ik was wel een van de mensen die dat, dat trouwens voor Die Hard uh, Blind Date gezien had. Ah ja, nee, ik niet. Dus ik, ik heb die wel we gezien. Zijn. Dus ah, ik wist nee. wel van, ja, die gast is wel funny en zo. Ja. Maar je kon u die niet inbeelden als actieheld. Maar voor een of andere reden klopte dat hem toch ook weer wel of zo. Hè? Mm. Want, want vanaf het moment dat je hem dan bezig ziet, dan geloof je hem ook wel als, als, als het personage. Want dat doet, hem, dat doet hem wel goed. Dat is ook zo. En maar gemerkt het, ook, het dat, hem... ook wel, ja. dat, ze, dat ze afhankelijk, uh, omdat ze ze ja, vorige films was geflopt, hij, hij was een tv-ster, dus daar hebben we sowieso niet heel veel vertrouwen in, mm -hmm. dat ze een affiche hadden gemaakt met alleen de toren, de Nagatomi toren uh, ja. uh, erop. Ja. En niet uh, het gezicht van Bruce Willis. Maar toen ja. aanvankelijk toen, uh, de eerste cijfers binnenkwamen, toen, uh, toen hebben ze toch ook zijn kop uh, ernaast uh, gezet. Ja. Ja. Maar dus de, de eerste versie van de poster dachten ze, oei, oei, oei uh, laten we <laughs> zijn kop er maar niet op zetten. Ja. Dan komen ze misschien wel kijken. Wat natuurlijk raar is, dat geloof ik nooit, maar goed, whatever. Ja. Maar het zotste was dat daar direct iets rond te doen was vanaf dat hij naat kwam. Ja. Dat je bij iedereen begon te horen, dat is een goede film. Ja. Ja. Zo, en je, ik had ook een, een soort making-of gezien op tv over die film. Hè, dus ah, ja. voordat ik hem gezien had. Iemand vertelt dan nog, die de special effects, dat scène van de raketwerpers. Ja, ja, en ja. ja. Op die op die dingen vliegt, hè, op die, die soort armored truck van voor, van, ja, de, van dat de, is, de politie. Ja, goed. Dat er dan zo, en dan zegt hij, you see the flames come up and you see all the petrol running down the streets. En dan zegt je, which is a pretty cool thing to see. Ja. En ik dacht al zo, maar ja, dat ziet er goed. En voor een of andere reden, alle, alles dat je zag van die film, hè, ook die trailer, ja. want daar waren natuurlijk nog de goede oude trailers mee. On the Christmas Eve. Ja, ja, ja. Hè, dat je weet van, oh ja, hier gaat het gebeuren. En dat is wel. Um, ja, ik had wel direct een goed gevoel bij die film. Ik ja. dacht wel, van dat gewoon een goede film zijn. Heb jij die in de cinema gezien? Ja, ik heb die in de cinema gezien. En ik, ik moet ook, denk zeggen ik ook, maar ik weet niet dat ik, dat ik er wel. Ja, ik was wel. Ik had wel direct door dat is zo een van die films ja dat is een beetje gelijk dat dat kun je niet uitleggen aan mensen die natuurlijk te jong waren om daar te zijn, maar dat dat zijn van die dingen. Je ziet dat en je weet direct dat is een blijver. Zo je hebt ja. wel iets heel dat hadden met Predator hadden dat ook. De ja. Robocop hadden dat. Je top hadden top zomaar, Gun had ik dat ook wel. Top Gun. Je hebt gewoon films dat als je die ziet dat je weet. Hè, Back to the Future. Ja, dat was je. ET. Dat waren allemaal zo van die films waar je van weet ja voor een of andere reden dat gaan we, dat is wel ineens een deel van popcultuur. Ik denk dus ook Ida, dat ik dit in de cinema de in Goes... Want het is 1988, ja. dus dan waren wij zes, 15, 16 jaar. Mm -hmm. uh, ja. ja, dat heb ik daar in de cinema in Goes uh, ja. gezien. Ik heb dat in Antwerpen gezien, ja. ja. Nou, die dat, die dat, dat uh, Nakatomi Plaza, erop de, is, de... De, Ik heb er een puntje op. Het gebouw. dat was ook... Een, uh, ze waren op zoek naar een, een flatgebouw. En dat was het gebouw van Fox. Dus dat waren ze toen ook effectief aan het bouwen. Dus daar waren... ...daar waren een aantal floors die nog niet uh, klaar waren... ...en daar hebben ze dan die dingen kunnen opnemen... ...en ook kunnen, ja. la, kunnen opblazen en zo. Ja. En daartussen zaten allemaal... ...dus ik geloof dat de onderste drie... ...en de bovenste drie uh, 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 dingen waren uh, leeg. Ja. En daartussen woonden alle... ...of ja, zaten alle advocaten... ...en alle uh, penselpoesjes. Ja. Dus, uh, maar wel... Uh, ...het interwebs vertelt mij... ...dat ondanks dat het het gebouw was van Fox... ...dus 20th Century Fox die ook de film gemaakt hebben... ...hebben ze toch huur moeten betalen voor die, ja, ja. Voor die plek. Want zo, zo werkt dat natuurlijk. De producent is Joel Silver. Ja, dat is zo'n typische ethisch action film. Ja. Die, mm -hmm. die is nu wat vergeten, maar die was toen even belangrijk... ...als Jerry Bruckheimer en ja, Tom ja, ja, ja. Simpson. Ja. ja, dat ja. Was. Want die, die maakte gewoon al dat soort, uh, al dat soort dingen. Mm -hmm. Uh, wacht, wat heb nog? Maar ah, ik ja, nog? Nee. Ja, zeg maar. Wat een goed verhaal was bij Alan Rickman hè, is het einde van uh, Hans Gruber wanneer dat hem van het gebouw naar beneden valt. Hij krijgt een close-up van zijn gezicht hè, dat, hem zo, dat hem valt. Hè. Zo, en ja. dat, was, dat was opgenomen de, hè, dat dat hem zo naar beneden valt op een valmat en die ging vast en uh, dus de de, de, de had hij dan, hè, of mensen hadden die, die, dat touw vast waar hij dan hing, en die zeiden, ja, we gaan dat lossen. Ja. En we gaan dat lossen op drie, hè, op de tel van drie. En die ja. deden één en die lossen dat. Ja. Dus die, is een, die is een gezichtsuitdrukking op dat moment is, is echt, de echt oh. what the fuck, hè? omdat je zo weet, hè? ik was hier niet klaar voor. En zei, ja, ja, En iedereen dat ze weet van jou, ja, dat is de ge gezichtsuitdrukking dat je moet hebben bij ja. Ja, hem. Dat, is het dat was oprechte verbazing. Dat was ja. oprecht dat je zoiets had van holy fuck. Zo, ik dacht dat hij op 3 mij ging loslopen. Ja, ja, ja. Dus dat is wel een goed verhaal, vond ik. Dat was echt zo, ja, ja. Omdat, dat, omdat dat wel heel goed gedaan is ook. Het is heel ja. vaak dat je dat, ja. hè, dat zijn dan acteurs die moeten acteren. Maar, maar heel vaak zijn dat soort verhalen bestaan wel. Dat, ze, dat, ze toch, dat er iets echt aan de hand is, of dat ze toch iemand laten schrikken of doen. om mm -hmm. een, een echte reactie uit, uit te lokken. Ja. Want ja, ja. ja, je kunt natuurlijk zo goed willen acteren als je wil. For real is nog altijd even beter en, en, en ja. minder gecontroleerd of zo. Dat no, is gelijk Pretty Woman, die eh? scène waarin dat. Waarin dat Julia Roberts naast uh, Richard Gere staan. Hij heeft zo'n doosje met een ring in. Ja. En zij wil die ring pakken en hij klapt dat doosje dicht. En zij, zij verschiet keihard en schiet dan in de lach. Dat was ook geïmproviseerd. Ja, 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 maar je ge ja, ja. ziet dat ook, want dat is te goed. Die verschiet echt haar eigen bult en dan schiet die keihard in de lach. Ja. En dat was zo'n goede scène dat ze dat erin gehouden hebben. Dat ja, is wel zalig. En zo zijn er nog wel een paar. Zo, zo van die scènes waar je van denkt, ja dat was niet de bedoeling, maar dat is dan gewoon gebeurd. En maar we dan houden we het er wel in, ja, Dan, ja, dan blijft dat erin, omdat die scène zo oprecht was, hè, dat je iemand echt ziet reageren op iets. Dus dat is uh, wel cool. die, de, Dus de, de dansende, de, 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 de broer, de overlevende broer met zijn lange blonde haar, die eigenlijk... Mm -hmm. Want ja... Als natuurlijk uh, Hans Gruber de coole uh, uh, aristocraat is, ja, die mm -hmm. is geen fysieke uitdaging. Dus dan moet hij nee. een henchman hebben die wel ja. die fysieke uitdaging is. Ja. Hè, zo, ja. zo zitten verhalen nu vaak uh, in, in elkaar. En dat is dan die Alexander uh, Gudunov. Uh, die, ja. uh, die is trouwens, uh, wat ik niet wist, uh, gestorven in 1995 op 45-jarige oh. leeftijd. Dus die is uh, okay. dus, uh, een Russische, Russische mm -hmm. danser ook een beetje, beetje zo'n zo verhaal van die Russische dansers die dan overlopen en dan weet je wel. Ja, ja. Dat is ook precies een verhaal van een film. Ik weet niet hoe het gegaan is. Nou, maar *White Nights* of zo. Hè? Mikhail ja. Baryshnikov die dat ook een mega beroemde uh, balletdanser was en een goede acteur ook. Met, uh, dat is ook is wel Gregory, Heinz? Ja, Gregory Hines. Ja, Gregory Hines en Mikhail so. Baryshnikov. Heb ik ook nog in de cinema gezien. Die dus, hebben nee. zo die hele mooie scène dat die met twee samen dansen. Ja. Dat is echt heel heel cool. Hij ja, die danst, 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 en danst, Ja. Man. Dat is, ja. dat is lang geleden dat ik gezien heb. Ja. Dat voelt als een kerstfilm. Ik weet niet of het is, maar het voelt ja, als een kerstfilm. Ja, geen idee van, maar het is White wel... White Night, zet veel... dat ding, ja. Ja, het is veel koud en in Rusland en zo, dus het zal wel... Hè, het is, gelijk, <laughs> is Gorky Park, een kerstfilm, maar wist het het kerstmis in Rusland? <laughs> ik Gork weet het In niet. Rusland altijd kerst, daar speelt uh... het altijd. Die, die, die um, dingen, die uh, Alexander Gudunov, die speelt ook in uh, Witness. Klopt, uh, dus, uh... ja dus is, is hij een van die Amish gasten ja. denk ik ja, hè, dat hij speelt ik. ja ja, ja dat, dus... is, dat, is, dat is eigenlijk een ja jammer want dat, ook, dat was ook een goede acteur die heeft oh, in hij had eerst in Witness gespeeld oh, dat wist ik hm. Hm. nou wist ik ook niet ik heb nee, Witness, Witness ooit 85. In, de, in de cinema gezien met um, dat was zo'n zo soort filmforum-ding en dan was dat het. En daar was ik al kei blij mee, want dat was al mee Indiana Jones. Ik had al zoiets, ah, al acteurs dat ken, dat vind ik ja. al tof. Ja, precies. Dat zo'n een of ander Boliviaans drama was over iemand dat zo, uh, weet ik of, veel, raar... Over goede gras. <laughs> ja, <laughs> dat waren altijd zo van die films. Hè. Ja, ja dat je zo in real time iemand te rapen ziet klaarmaken. Zo. En dan denkt, Maike, ja, tof. goede oogst, goede film. Zo. Oh, dat man, soort, waarom uh, zitten we hier dan te kijken? fuck schrikkelijke roemel. Zo. Dat ik echt denk, oh come on, give me, give me a break. Nee, ik ben een grote fan van Alexander Goedeloof. Die doet dat fantastisch. Maar, mm -hmm. mijn lief, zij En ze heeft wel voor mij gelijk. De enige manier om die hard beter te maken mm -hmm. is om die rol. ...door Rutger Hauer te hebben gelaten gespeeld geweest zijn. Ja, dat had dat, dat goed geweest, ja. Zeker. Dat was een rol van Rutger Hauer. Ja. En dan was Die Hard misschien wel... ...nooit meer overtroffen te, worden, te kunnen zijn. Ja, ik had dat, dat niet zo moeilijk met Alexander Goldoen. Nee, nee, maar ik ook niet, Ik vond die mega ook cool. Niet, want het is, die is keigoed ja bah. en natuurlijk de scènes is dat je moet vechten dan is je ja, is super lenig dus ja. je doet natuurlijk ook zo aantal een aantal soort... die trappen zo dat gevoelt van ja je ja, kan dat allemaal wel wat dat, dat ook, ook zo wat indrukwekkender maakt merk dat ja, Bruce Willis haalt daar fysiek eigenlijk nee, niet van. Nee. Je moet, je moet weer zo vol een bak, een ketting rond je nek draaien en er zo wat op beginnen kloppen. Je ja, creatief en... zijn. Ja, zoek allemaal zo wat halfse gat, wat ik ook cool vind. Dat je zo... Dat vind ik ook tof aan een, aan een held is dat je soms ook het gevoel hebt, wat Indiana Jones vaak ook heeft: ja, ja. dat je zo met pure chance er wat deur gerokt. Ja. Dat je nooit het gevoel hebt van hè, zo de. De uberheld die je altijd alles onder controle heeft... ...en nooit moeite heeft met iets, is, is nogal saai, hè? Nee, absoluut. Dat ja. het, 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 het werkt twee kanten op. De slechte Rik moet ook mens zijn... Mm. ...maar de goede Rik moet ook slechte kantjes hebben. Weet je? Of, ja. of, of, of kwetsbaar of, of uh, faalbaar zijn. En dat, ja. natuurlijk dat starten met die blote voeten... ...en dat hij dan ook in dat... In dat uh, uh, onderhempje, het zou een Gentse comedian kunnen zijn, bij wijze van spreken, ja, ja, ja. De, 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 dat onderhempje rondloopt. Dat ja, Steven de... Majeur van Hollywood. <laughs> Steven Majeur van Hollywood. <laughs> oh, iemand, uh, Petra de Pau, die zei op, uh, op, uh, op Instagram zei die, dat ze, uh, en nu kan ik dat niet meer ontzien, dat ze vindt dat Bruce Willis in Die Hard, of misschien wel überhaupt, uh, redelijk hard op, op uh, Ben Crabé lijkt. Ja, daar, ik, 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 kan me dat wel, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik uh, probeer dat niet... Een beetje de Ben van, van, uh, van Hollywood. Ja, ja, jammer maar helaas. Jammer maar ja. helaas. Volgende keer, als je... Damn Bedankt it. Petra op dit deel. Thanks for ruining that for the rest of my life. Dan ja. kan ik die film nooit meer terugzien. <laughs> uh, een, een belangrijk gegeven, en die ga ik nu nog iets belangrijker maken... ...omdat ik fucking Nederlander ben, is natuurlijk de DP... ...de, de, de, de fotograaf, de director of photography, was Jan de Bond Jan de Bond ja. Mm -hmm. uh, omdat, en dat wist ik uh, niet, dat zag ik in dat uh, Movies of Madness... Uh, ...de film was ook aangeboden aan uh, Paul Verhoeven uh, om okay. um, um, um te maken. Dus, ik kan uh, mij wel voorstellen met die ja. Ja. Dan, had er wel, dan was het geweld veel gewelddadiger geweest... ...en mm -hmm. dan hadden er blote tieten in moeten zitten. Yeah, more naked tits on the screen. <laughs> <laughs> dus, wat wat nou, ik ooit letterlijk nou, heb horen zeggen uh, over uh, showgirls. Yes, what we need is more naked tits on the screen. Dat is Toch de gouden tijd ja, hoe je dat soort kon uitspreken. spreken. Ja, ik denk niet dat dat je dat ik denk dat hij nog kunt nou ja, Hij heeft het weer gedaan. Hij heeft, hij heeft dit jaar die Benedetta gemaakt. Ja, 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 dat vond ja, ja. ja. ik ook behoorlijk. Wat ik heb gezien, dit, ik heb dat ja, dat moest ook. Dat was niet slecht. Dat was niet okay. die wat die L-film van hem zijn vorige lang, lang ja, is spellen, een goeie. dat was geniaal. Dat is een hele goede film. Dat was ja. echt mind blown. Ja, en dit was hier zaten goede scènes in, maar hier zaten ook wel een aantal mindere in. Hmm. Maar nog altijd is wel uh, Paul Verhoeven, Lesbische nonnen en een uh, maria beeldje vibrator. Ja, sorry, yes. hoor, dan, ben ik, uh, de, dan ben ik aan boord. The statue of uh, the Virgin Mary needs to be a vibrator. <laughs> needs to be I want, I, want to, I want you to stick to stick the cross with the Virgin Mary in your vagina. If you, do, if you wouldn't mind, please. ...en uh, uh, fiddle it around a little <laughs> fiddle bit. Fiddle it around? Uh, yes. as, as, if you, uh, as if you want to do it to the Lord Christ himself. Uh, maar en goed, over je, ooit... Benedetta gaan we het nog hebben... ...want we gaan waarschijnlijk in de Mosselen uh, top 10 uh, weer doen, as usual. Oh, ja. Ja, cool. Dus uh, en die heb ik, er, uh, of dat nu terecht is of niet, in mijn top 10 gezet. Gewoon, omdat ja. het, uh... En een ander ding, wat, dus dat is met de Holland-connectie... ...een ander ding wat ook heel erg leuk is, is de muziek. Nee. Van, uh, van Die Hard. Ja. Eh, omdat het uh, de negende van Beethoven, ja, die komt er veel. Ja, dat is echt keihard goed. Ja, Want dat is, alle mensen willen broeder of zoiets. Maar, maar, maar dat, voor mij is dat ja. nu ook een soort kerstliedje. Maar dat is eigenlijk heel geen kerstliedje. Nee, niet, nee, dat is Ja, zo, inderdaad. Het is ook zo: kom zingt een vredeslied in het Nederlands, denk ja. ik. Ja. En, 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 ja, wat ook heel tof is, is dat dat zo dat, dat wordt al gesuggereerd ook in de, in de muziek, heel de tijd zit ja. dat er zo wat in. Ja. Maar je hebt dan natuurlijk dat grote moment dat ze de kluisdeur open krijgen en, ja. dat dat dan, en dan, kijkt, dan zie je die ook allemaal kijken: van het is ons gelukt. En je zei ook even: ja, ze hebben nou ook aan het routen voor die mannen. Hè. Je, je wil denk, wel dat ze die kluis open krijgen. Ze dus ja. lukken ja. het wel, hè. Ja. Ze, ze, ze hebben dat dan opengekregen. En dan ook zegt hij van, uh, ja, we gaan dan heel de boel opblazen. En dan zegt hij, what do you mean? En dan zegt hij, ja, de enige manier waarop dat wij hè, zoveel geld ja. kunnen meepakken, is als ze denken dat het u niet gelukt is. Ja, en dan, is, dan zegt ja. hij ook zo, en hey, while they're sifting through the rubble, we'll be sitting on the beach earning 30%. <laughs> hey, dat is echt zo... Dus dat is ook zo kaigo, hoe, hoe lang is het geleden dat je hem nog gezien hebt? Lang geleden wel. Maar maar dat, dat is toch een... ongelooflijk dat je dat allemaal van buiten weet? Ja, ik weet daar zo... ook want Ik heb hem van de week nog zitten... Ik heb hem eergisteren gisteren zitten bekijken. Ja. Jij, dat zit allemaal klaar bij jou, hè? Ja, er zijn zo bepaalde dingen die ik niet helemaal niet meer weet, maar die zitten zo in de verte, zo, dat die zwarte gast ook zo zegt van het was. Uh... So Het was een uh, so it, it snowy, silent Christmas night. En everything was still. Except for the two assholes coming in at the northern door. Dat is zo. Yeah. So, <laughs> yeah, so, yeah. want, want die is de hele tijd zo met zijn in contact. Want dat is yeah. eigenlijk ook een beetje de, de computer wizard. Yeah. En zo. So, wat ook een cool figuur is. Dus dat, dat zit zo vol mee allemaal van die, van die gasten. Waar je van denkt: ja, ook die terroristen. Yeah. Die zijn ploeg. Waar je ook een huizen. klein beetje gekregen die ook mee. Ja. Hè? Zo, ja. Die zijn dat aan het doen en Klopt. die willen daar geraken. en Het is ook een moment dat, die, dat, die, dat hem echt zo, de, hè, dat hem die allemaal om de tuin aan het leiden is, de FBI en zo. En dan je ze het van van oh, die, die maar wat sukkelen en laat die maar wat doen. En dan zegt de moek iets van uh, they've rattled their sable so many times and now they can rattle it for me, of zo. So. Ja, ja. Er zijn altijd zoveel van die dingen dat hij uh, dat, dat, dat zegt, maar... Maar het is wel yes. zo, we zijn als, als kijker ja. zijn we, hebben we helemaal niks met de FBI en, en nee. de baas van politie, wel met die, met die zwarte Al Powell, heet hij denk ik. Ja. Mm -hmm. En met Bruce Willis natuurlijk. Ja. En, en de, de, de slechterikken vinden we ook wel, wel boeiend. Ja, en natuurlijk... en, en, en zo'n vrouw ook, die is ja, ook zo vrouw, cool, vrouw, Want, want die, hoe gaaf is die? Ja, want die is ook echt heel cool. Hè, ja. Dat is zo degene, is dat overduidelijk. Ja, want hij zegt ook op een bepaald moment, zegt hij in Akatomi, van... Eh, yes, eh, eh, Are you coming to steal her away from me of zoiets? Want hij heeft zoiets van, ja, ja. she's been indispensable en zo. Ja. En dan denkt hij, ja, ja, maar totdat je dat ziet, dat hij in die noodsituatie zich inderdaad ontpopt als de leider. alleen degene die... Nee, daar... letterlijk. Op een gegeven moment vraagt ja. hij zoiets van, uh, ja, wie is nu uh, wie is de baas? En zij zegt, ja. ja, ik nu, want je hebt net de baas doodgeschoten. Ja, so, yeah, wat what idiot put you in charge? You did when ja. you shot. Ja, so ja is zo is dat. <laughs> Jij ja, ja. is ook kago, hè? Eh? Ja, did. ja. ja, ja, ja zo. Je, ja. ja, en dat is echt kago ook. Dat je merkt dat hij er banaan zo waar respect voor heeft. Ja. En op een bepaald moment zegt zij ook tegen hem zo: After all, you're posturing, you're just a. Common thief en dan zegt hij yes and since I'm moving up to kidnapping you should be more polite. <laughs> dat is ook zo, dat is ook zo geweldige zin. Ja, dat is echt ja, ja. echt goed. En ja, het, 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 het er zit geen slecht moment in. Hè? Shoot the glass. Uh, uh, het stuk met het uh, van de, de uh, met, met de, de slang, hè? de, de, de mm -hmm. brandslang, dat hij zo ja. naar beneden en dan. Door die, de, 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 aan de buitenkant van het gebouw uh, moet schieten om erin te geraken. Dan raakt hij ja, 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 ja. erin. Maar dan flikkert dat, 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 die spoel van die brandslang naar beneden. Ja. En dan. Ja man, je, je denkt echt. Oh, fuck. Of, of dat dan die stoel oh. met die explosieven zo van in je lichtschak. Ja, ja, ja. En dan zo zelf verschiet van hoe hard dat hij dat ontploft. En dan en dat je zelf zo zelf wow. wow. oh. dat je zo niet deur Dat vind ik ook zo cool. Dan. Die gast die het dood maar wat. Hè. Ja, ja. Je merkt wel van die heeft wel een plan, maar dat is ook maar zo een halfse gatplan. Want ja, ja, hij is wel een beetje aan het wingen. Ja, ja, absoluut. Je Dus het gewoon heel de tijd aan het wingen. Ja. En je denkt: je denkt <laughs> God hem het nu redden, of niet? Hè. Dat is zo heel. Wat natuurlijk ook tof is, is dat je, de, hoe zeg je dat, het gevaar waar de held zich in bevindt, dat je dat ook gelooft. Ja, absoluut. En je moet eigenlijk doorhebben, tuurlijk gaat hij je winnen. Maar tegelijkertijd geeft je film wel vaak het idee van... ja deze zou wel eens helemaal verkeerd kunnen aflopen. Ja, dat, nee, dat is dat heel erg waar. waar. Dat is natuurlijk heel tof, ja. Dat is heel erg waar. Ja, uh, dus voilà. Die Hard, uh, de misschien wel beste kerstfilm aller tijden. Mm -hmm. uh, ja, nou, en daar gaan we natuurlijk verder. Want dan heb je... Ja, dit is de Blu-ray, ik heb natuurlijk weer een paar. Maar ik vind, dit zijn hele mooie DVD... Je hebt Die Hard uh, 2 Die Harder. Je hebt Die Hard uh, uh, With A Vengeance. Ja. En dan heb je uh, de vierde die heet dan Die Hard 4.0, maar die heette eigenlijk uh, uh, live or die nee, hoe heet die? Live name? free or die hard. Live free or die hard. En dan heb je uh, 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 Good Day to Die to Hard. Die hard last uh, de, de eerste is van 88, de tweede is van 90, de derde is van 95. Dan is de vierde. De vierde is van 2007. En de vijfde is, ik denk 2013 of zoiets. Dus, dus mm. tussen Tussen drie en vier zit wel een groot ding. Um, en, en het grappige is dat het internet ook niet helemaal eens is of uh, uh, twee of drie nu welke beter is, is drie beter dan twee. Dat is een beetje de consensus. Maar er zijn ook best wel veel mensen die twee beter vinden dan drie. En daar heb ik het over gehad, hoop ik. Ook dat moet ik nog opnemen. Dat neem ik over, over een paar uur op, met Bart van de Gremlins Strike Back Podcast. Want ik zag op zijn Instagram. ...dat hij toevallig dat Die Harder aan het kijken was. Ik <laughs> ah oké, okay. dus, dus die had zoiets... Uh, ...ik denk dat ze, dat ze ja, ga gaat ja. het wellicht zo vertellen... ...maar dat ze ja. zijn kind het nog niet gezien had... ...en ik ja. van, ah ja, dan vraag ik die of die dat... ...dus daar wil ik het nu met hem over hebben... ...en hopelijk gaan we daar uh, nu naar luisteren. Fokkast. <laughs> ik zit hier tegenover Bart het Duitse... Uh, ...van de Rebel streitberg podcast ...onder andere, hij zal nog wel dingen doen in zijn leven... ...maar daar ken ik hem van... Ja. Um, uh, en ik zag, ik, ik zei het net tegen uh, Alex, ik zag dat jij uh, uh, Die Hard 2 aan het kijken was. En dat vond ik een goede aanleiding om eens uh, met jou te hebben over welke sequel is beter, Die Hard 2 of Die Hard 3? Okay, dus die is, hard, die Harder of okay. Die Hard with a Vengeance? Uh, ja, ah, is Die hard 2 Die Harder? Die Harder is, een, is ook een titel daarvan. Oké, ah, ja. oké, okay, okay, ja. dat wist ik niet. Ja, ik ben dus niet, niet per se de expert in Die hard. Hein, maar het was dus meer door toeval dat, uh, dat, dat je mij gecontacteerd had. Maar vind um, je vindt dat, vindt het een goede film, de eerste? Tuurlijk, die, ja, 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 de eerste, eerste drie. Ja. vier vind ik de slechtste van de vijf. Oh, ik vind, ja. ik vind vijf de slechtste. Oh, grappig. Uh, vier, maar vier heb ik... Uh, ik had die gezien toen die uitkwam, heb ik een jaar of twee geleden herbekeken, en daar is de alle Technologie is super gedateerd, maar op zo'n manier ja. dat verhaal in de weg staat. Terwijl dat vijf, ja, die twee films mag je niet als die-hard films zien. zien. Nee, nee, precies. Merveille viel er wel nog meer, maar ze zijn al twee slecht in natuurlijk. Ja, die zijn, nee, en slecht. Zeker vergeleken met de... Die, die zijn oké, okay, maar omdat die eerste drie goed zijn, zijn die niet zo goed. Ja, Daarom en ik vind, die, ik vind die, die jonge gast in Die Hard 4... Ik weet de naam niet meer, ja, nee, Live Faster, de... Die Harder of zo. Ja. En die gast die, die, die die vind ik echt verschrikkelijk actief. Ja, die is, dus, zo, die is niet zo. Maar goed, ik zag op 2. Instagram dat jij ja. Die Hard 2 aan het kijken was met jouw kind of kinderen... Ja. Um, en, en die hadden kind. de eerste wel gezien, maar de tweede nog nooit of, of ja, ik, ik, ik doseer dat een beetje. Hè. Dus Die Hard 1 had, had hij is tien jaar. Nee, is ah, gisteren, ja. tien, gisteren tien geworden? Oh, dezelfde dag als Alex. Dezelfde ik. dag is Alex jaar. Ja, ja. Um, die is gisteren tien geworden, dus we hebben, die was uh, nog negen, eigenlijk, net nou, Die Hard 2 gezien. En Die Hard 1 heeft hij in de zomer gezien, denk ik. Ah, ja. Want die films. Um, zijn jongere broer is nog net, net ietsje te jong om ze. Niet qua inhoud, dat kan me niet zoveel schelen, maar om ze inhoudelijk te snappen en echt goede films die sparen. Snap dus nog waar het over op. gaat of, de, of, de, of ja. de, het geweld? Ah nee, het, nee, het geweld, I don't care. Nee? Nee, ik, ja. nee, ik, ik voel dat wel aan wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Ja, ja die uh, zijn ook niet zo. Ik bedoel, ik heb ze ook allemaal gezien door toen. Ja. Allee, ja, zelfs ja. Robbekop, dus de tijden zijn wel veranderd. Maar dus ik dacht, ja, je was alleen thuis. Het is moment om Die Hard 2 te zien. Je was al heel de ja. tijd aan het zagen om Die Hard nog eens te bekijken. Ik dacht we het allemaal zo'n Die Hard 2 Dat is ook wel een beetje in de kerstsfeer. Ja, absoluut. En was het voor jou lang geleden dat je die nog gezien Of is dat iets wat nee, je jaarlijks nee. terugkijkt? Of... Nee, niet jaarlijks terugkijkt. Maar ik heb wel uh, een, ja, de laatste vijf jaar, zal ik maar zeggen, de Blu-ray Box set gekocht en ze dan allemaal nog eens bekeken. Ah, ja. Maar ik kan op Letterboxd wel exact zien wanneer ik ze gezien heb. Maar uh, nu nee, het is niet, niet jaarlijks. Dus niet dat ik er zo, uh, well, zo Die Hard toe ben. No ja. pun intended. Ja. Um, maar uh, nu, het was niet lang geleden dat ik daar Hard 2 gezien had. En, maar ik, bij mij is dat wel zoiets, zeker die eerste drie, als dat op tv, en dat spelen ze vaak op tv, dan kan ik er wel heel slecht voorbij zappen. Ja, dat snap ik, maar ik kijk Omdat er zoveel... TV. Nee, maar, nee, maar je zo te zappen. Ja. En, en je, en je bent onderweg naar Storage Wars of daar of, of uh, een of andere Ancient Aliens aflevering. En dan, en dan zit ik zo en dan denk ik, ja omdat daar in al die, alle drie, maar misschien iets meer in één en drie, maar goed, daar zitten zoveel quotes en zo, je, je gaat naar de volgende quote of het volgende grappige ja. setpiece. Ja, want ik, ik, ik heb een beetje een rare historie met Die Hard. Ik heb Die Hard 1 vroeger als kind eigenlijk niet gezien. Ah, Zo'n film, dit wordt nooit, ja, het is nooit uitgekomen of wel, het paste me niet. of ja, dat, was, dat was op mijn radar. Ze dus kenden dat natuurlijk wel. Ja. En de eerste Die Hard die ik ooit zag was Die Hard 3 op televisie. Ah ja. En die Hard 3 is dan lange tijd mijn favoriet geweest, maar ja, dat was meer omdat ik die eerste twee die eerste gezien niet, had. Ja, ja. Ja, niet, niet echt kende en, en dan ik denk dat ik Die Hard de eerste keer op filmschool gezien heb in de les scenario eigenlijk of scenariotechnieken. Okay. Dus we, we dus dat die de... wordt gebruikt om, om scenario uit te leggen ja, of dat het die, zo goed bij, is of zo duidelijk. Ja. ja, ja, bij die leraar wel, omdat ja. die um, ja, meestal hij, was zijn les was de ene week... Uh, je, je bundelde zijn lessen per vier weken of zo. Ja. Zodanig dat hij vier les, twee keer twee lesuren had op twee weken. Ja. Dus de ene, de ene keer keken we de film. En dan tegen de volgende les moesten we de, de analyse over het scenario ja, ja. bezorgen. En dan de week daarna besprak hij dan het scenario. En dan was het vier weken geen les. En dan weer een film. En zo ja, deed ja, hij de ja, hele ja. schooljaar. Dus het was ook een beetje het principe van... We zijn liever lui dan moe. Maar maar ja, wel en, heel, en, ik vind dat heel leerrijk. dus... Uh... Nou, zeker wel. En liever dat die fucking Die Hard pakt dan een of andere zwart-wit film uit Korea die zes en een half jaar duurt en nergens over gaat. Ja, die heeft wel ooit de te coole films. The City on Fire, you, over Koreaanse Dat is een Aziatisch film. Dat is de bron van Reservoir Dogs. Ah ja. Heeft je ooit getoond in de les, en, maar ook wel, Billy Wilder en zo. Maar dus het hangt inderdaad over, het waren altijd goede scenario's, Tootsie, Crying Game, dat waren ze ook ja, van die ja, ding. Ja. Dus, maar ik en, weet en de details niet En niet te obscuur en niet te hard. Nee, maar wel die scenario correct zijn van de eerste act, tweede act, derde act, en dan ja. uh, oh, was in die onderverdeling weer, pentalf. Ja, 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 ja. Dus daar uh, heb uh, ik ja. dan Die Hard eigenlijk, denk ik... Ik ben het niet 100% zeker voor de eerste keer gezien, en ondertussen al een stuk of zes. Dus dan heb je keer. eerst The uh, Vengeance, dan, dan, ja. en dan Die Hard 1, en dan daarna Die Hard 2. Ja, en ja. twee die heb ik dan wel in los, losse stukjes uh, op tv gezien: voilà, ah, ja. zeg, Die Hard 2 en Die Hard 3. Voilà. Um, en, wat, en even voordat we eraan beginnen: heb je, dus je had de voorkeur voor de derde, omdat je die als eerste gezien hebt, en dat is je introductie. Ja, dat, ja. en is het nu ook, als je, als je moet kiezen tussen twee en drie, is het dan drie? Nee, het is, nee, is het twee. Ja. Is, is het is gewisseld. Ja, dus het is een lange tijd drie geweest, maar toen met de Blu-ray box had, heb ik drie dan herbekeken. En dan je het tweede deel van die film, op, die, op dat vliegdekschip of op dat oorlogsschip, uh, of met die raketlanceren ja, ja. of wat dat ook is, dat wist ik allemaal niet meer. Ik dacht dat het eigenlijk eindigde in New York. Nee, nee nee, nee, nee. Toen werd ja. dat zo, ja, ja, ja een, ja, een boterfilm een hè een beetje ja. en, en ik was dat helemaal vergeten en dat, welle, dat is niet slecht he, natuurlijk nee. maar um, ik vond twee dan toch wel beter als ik zo kort na elkaar gezien had, 1, 2, 3 van, allee, maar nu heb ik dus deze week twee herbekeken en die is dan weer een klein beetje gezakt dus, <laughs> dus, drie dus reizen, je bent wel een emotionele kijker dus ja, dat ja, hangt ja. van de gemoed af uh, nu ja. duurde die precies een beetje te lang naar maar zin, dan zat er zo ja. een plot twist te veel en een lipje te veel gevoelde het soms wel wanneer dat in postproductie dat Bruce Willis nog een kwinkslag mocht geven. Uh, dat nog de, een, ja, hier ja. hebben we nog een moppenke nodig. Zo. Ja, ja, zoals hij onder de parachute um, ligt en zo. En, en, uh, en waar, dus, omdat het derde act van de drie minder leuk is, is wat ik natuurlijk vind is, uh, uh, het verschil tussen twee en drie, is dat het aardig van de eerste Die Hard is dus een eenheid van tijd en plaats. Ja. En die ontbreekt bij de derde. Ja, wel, dus dat ik wil zeggen, ik ja. in mijn hoofd stopte die ook op het einde van, van Simon 6 gedeelte. Dan, ja. dan, dan. Nee. En ik denk dat is dus ook wel een beetje, omdat ik in de jaren in 90 had ik dat uh, Die Hard Trilogie Playstation 1 spel. En. Daarin is eigenlijk de eerste paar levels zijn in New York rondrijden. Ja, ja, ja. Ik heb nooit verder dan dat gespeeld, denk ik. Of, ik weet niet, dat was niet mijn spel, dat was bij iemand anders. Nooit verder dan de eerste twee, drie levels. En dat was allemaal in New York met die taxi of met, ik weet niet, met die auto die rondrijdt. Ja. Om, die, om die Simon Says raadseltjes op te lossen en zo. Dus in mijn hoofd was dat hoofd is dat alles wat in de film zit, voilà, voilà. maar het is eigenlijk nog meer dan dat. En natuurlijk ja. de tweede, die speelt zich gewoon volledig op die luchthaven af. Dus dat is wel eenheid van tijd Ook niet in de zomer natuurlijk dus dat is misschien ook uh, meer een link met de eerste Die Hard. Dat is ook, waar. En ook ook de al de ben ik is al de ja, ja. is wel in de kerstperiode. Hey, uh, maar aan de andere kant, William Sadler, wat een fantastische slechterik is, maar ja, het is geen Jeremy Irons. Uh, en het is ook geen. Uh, het is geen Alan <laughs> Ellen Rickman. Ja, Nee, maar laat. ik vind, vond, u wel zijn introductie in de film. Vind ik wel nog. Vond wel cool viel uh, met deze week ook nog eens op jou. Het is moeilijk uh, naast kijken natuurlijk. Ja, zo'n naakte kwaliteit dan toen uh, jiu-jitsu, eerst zo oefeningen en dan toen ja, zo, uh, martial arts. De, yeah, yeah. Ja, martial arts is in brood gehad yeah. En ik vind, ja, ik vind, het wel, vind het wel een coole introductie en het, ik heb het. De trivia wel gelezen um, van Die Hard 2 op IMDb. En blijkbaar was het last minute uh, beslissing om toch zijn onderbroek uit te doen. Normaal stond hij daar is een onderbroek. En uh, Rennie Harlin is het zeker, die ja, die, uh, die Hard ja. 2 geregistreerd heeft. Yes. Die vroeg dan zo, kom doe die onderbroek maar af. En, wel, en dan deed hij dat. Anoniem ja, ja, ze, ze, is daar heftig mee toe, dat soort shit. Ja, zijn hatkaken zijn even gespierd of de rest was liggen. Ik ja, wist wel niet hard. dat de, dat de, dat de dood het uh, Bill en Ted zo gespierd was. Dus, uh, is nee. toch, is <laughs> toch de dood het Ja, dat, dat is speelt, de dood het ja? Bill en Ted, absoluut. ja, ja. ja. Dus, uh, ja nee, maar, maar Jeremy Irons, ja, dat is. Uh, ik heb die nu al langs nog gezien. In? Ja, in, de, in Watchmen, de, de tv-serie. Dus, ja, daar is uh, hij fantastisch in. Ja, dus, uh, ja dat is... Die heeft dus ook een wel een hit-or-miss-ding, hè. Soms is hij er, er heel veel naast, maar als hij erop is dat, en in die Watchmen ja, en is hij fantastisch. Vooral als hij zo de klootzak mag spelen, dan is de, ja. het wel op. Nee, het is, nee, het is waar. Hoe uh, uh, noemt hij weer? William... Niet hè. William... Uh... Uh, Settler. Ja, William, William Settler. Settler. Is, ja, is, uh, is inderdaad geen Jeremy Irons. Maar nee. ik vind het wel, wel oké, okay, eigenlijk. Het is ook, ook niet per se... Want je hebt er nog Franco Nero die Esperanza speelt. Um, dat is ook een beetje een slechterik in het verhaal. Ja. Toen hadden er een, een, uh, nog een figuur dat een spoiler is. Hè, dat dan toch een slechterik blijkt te zijn. Ja, ja, ja. Dus het is niet de slechterik in de film. Nee, nee. Deels wel natuurlijk, maar het wordt wel verdeeld in een rol. Terwijl er ja. een drie en, en een... Ja, ja, dan heb je duidelijk, echt één een, een, een grote een slechterik en een, ja. en een, en een, en een Force. Ja, ja, ja. ja, ja. Alleen even Nee, dat is grappig, want eigenlijk de algemene consensus van de mensen op het interwebs, op een paar mensen, is 1-3-2 inderdaad. Ja, ja. Bijvoorbeeld, je het hier: Timely Walrus, wie dat ook mogen zijn, die zegt: Hoe beter, de slechterik. Ja, ik bedoel, hoe beter de Die ver Niets gaat boven Hans Gruber, want Jerry M. is lang niet slecht in de diehard-ver. Dus 2 is nog oké. Maar delen 4 en 5, uh, dat zijn. Het zou als die doen. wie dan de slag trekken daarin zijn. Uh, de rust met een atoombom of zo. Ja, dat een vind. rust met een atoombom is 5. En 4 is. Uh, Timothy Oliphant wel. Die, die dat mm, niet zo heel het? slecht doet. Die dat niet zo nee, heel 4 nee. is echt wel. In mijn ogen is 4 nog ietsje beter dan 5. Maar het zijn die. Um, uh, dan uh, David Feli Real, uh, de, de tekenaar. Die ja. zegt 3 uh, vind ik beter dan 2. De wisselwerking met Sam Jackson. Heeft een meerwaarde aan de film. Uh, ja, dat is... Dat, we zitten dan een beetje in Lethal Weapon-territorium eigenlijk, hè? Ja. Uh, kan je zeggen met de omgekleerde kleuren? Want de kleuren kloppen, hè? De bruine, ja, de witte. Ja, ja, de, ja, ja. Bruce Willis speelt... Trouwens, Bruce Willis uh, en um, Mel Gibson, las ik ook, uh, waren alle twee in de running voor, um, voor hard. Die Hard 1 en voor Lethal Weapon. Ach, dus in een, in een ander universum was het omgekeerd. Ja, uh, ja, ja. Is, is, is um... Uh, Lethal Weapon, ook van Joel Silver? Jazeker. Uh, van de Richard redenen. Donner, sinds. ik sinds? Ja, nee, of... ja, ja, maar de, de producent. Ja, ja, dat, ja, dat weet ik, maar ik weet niet. Denk ik wel. Het was niet altijd met Spielberg hè, dat hij samenwerkte. Richard nee, Donner? Nee, ja. Ja, iedereen een beetje. Hè. Wacht, uh, kan ik. Stel wel zien? kunnen ze, want. En, en dinges, u noemt hier een gast, daar heb ik ook gelezen in de trivia van. Die Hard 2, over Joel Silver gesproken. Ja. Uh, die, die kleine gast van uh, Carlitos Way. I remember me, I'm from the Bronx. Nee, 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 Carlitos ja. Way. Uh, ja. En die, die vermoord Al Pacino. Ja. Also, die kleine Latino. Hij speelt ook volgens mij de slechterk in Shaft. In de speelfilm was Shaft. Ja, ja, ja. Die, um, die zit ook in Die Hard 2. En volgens IMDB staat er in zijn biografie... Dat hij dus veel meer uh, screentime had in Die Hard 2, maar dat hij eruit geknipt is omdat hij te klein was ten opzichte van Bruce Willis. Want Bruce Willis, ik heb die in het echt gezien, die is niet klein. Ah, ik dacht want dat meestal we... zijn de acteurs best grote mensen. Ik bedoel, grote, ja. uh, sorry, kleine, kleine mensen. Hè, die, ja, die, die, die stond nooit op de roltrap voor mij in, uh, in, uh, noemt weer, in Nike Town in New York. Ach. Dus, dus we gingen van bovenste verdieping, denk het vijfde naar beneden met de roltrap. En was, ik weet niet of dat was, weet je wat er nu nog is, maar dat was niet meer zoveel gedaan. Maar de roltrap konden gewoon links draaien en dan ging je verder naar beneden. Ah, echt ja. zo. En dus de eerste stond hij zo voor met een hoedje. En het eerste stuk zegt, zegt de, mijn compagnon, ah, dat is precies Bruce Willis. En we staan er zo achter en we zien hem draaien voor de volgende roltrap naar beneden gaan. En dat was zo, het is Bruce Willis. En dat was dat, elk verdiep konden ze ja, iets ja. meer analyseren. We zijn achter hem aangeraakt, <laughs> terwijl ze helemaal ja, niet moest zijn. Een klein beetje, een klein beetje sneller, want dacht hij, ah. Ja, kom, gaan, het was pre iphones en zo, dus het was niet dat we een foto konden maar die maar je we was er wel alleen, we was wel tot, tot buiten en we hebben hem zo achtervolgd. We en waren niemand, onder, niemand uh, viel op lastig? Hij was niet Nee, die hij, ging, hij ging dus naar beneden de roltrap, ja. maar we waren er met drie, en de derde persoon die was eigenlijk op het vijfde verdiep aan het afrekenen. Die, ja. die had de situatie niet meegemaakt, en toen kwam hij buiten, en wij zo ja, weten we dat we gezien hebben? En hij zei, ja, Bruce Willis. Wij zeiden, Bruce Willis. Ja, zegt hij ja, iedereen in die winkel werd zot als die passeerde, dus... Hij ging naar beneden naar Jan Hans de bus van de, win van de winkel ja Hij ja, 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 ja eigenlijk niet want eigenlijk twee meter achter hem dus uh, ja, ja dus maar dus maar ze waren wel redelijk respectvol, ze ging niet nu zou het ja. geen waar zijn in, in, zou het ja, een groot in New York, York is dat verhaal. toch iets, ietsje anders nog en we ja, precies ja, ja, anoniemer ja, ja. ja. daarin hè? daar is het ook, ja ze lo daar Ietje. lopen er al zoveel. op ja. welke van de ja. <laughs> wel, ja. staat kun je daar iemand zien misschien ja ja maar dus die een die dus in Die Hard 2 zit die zat dan wel is wel gecast in executive decision Ah, ja. Ook geproduceerd door Joe Silver. Maar het ja. is een bekende acteur, als je hem ziet. Uh, maar blank op hey, uh, ja, weet je hoe Textra Nee. Nee, maar nee. ik heb hem zelf niet gezien in de film. Maar dus, ah, uh, oké. Okay. Er... Ah ja, hij is ook, Ja, joe. even één zinneken of zo, en die was nog wel jonger. Uh, maar ja. als, ge, als, ge zeg, als ik zeg Dienengast, dan zeg hij: oh, ik weet het niet. Dus. Ja, ja, ja. Oké, okay, maar dus ja, dat vind je interessant dat jij Kamp Die Hard 2 bent. Hè, terwijl de, de algemene consensus. Je moet weer contraire doen, maar ik vind. ik, ja, het, het ik ben eerlijk, zeg, eerlijk gezegd zelf niet over uit hoor. Dus ik, ik, vind, ik vind ze hebben allebei hun meerwaarde. Hm. Ik, nee, ik ben een grotere fan van. van uh, um, regisseur van 3, uh, van drie, hè, want, uh, Predator uh en. Uh, ah ja, de dingen, hè, uh, John, John McTiernan. John McTiernan ja, dus heeft 1 de... en 3 uh, gedaan. Ah, zin. die 3 ook gedaan. Ja, ja, ja. ja. ja Running uh, heeft cl cl um, Cliffhanger gedaan. Ja, voilà. Ja, de, absoluut. De, dat was, de, vond ik wel een topfilm. Ja, een beetje te hard eigenlijk. Hè. Ja, ja, dat is te hard op, op Bergen. <laughs> dus nee, maar, ik, dus, maar ik, het is, het, ik ben groter fan van Jerry Ward dan William Sedler. Maar ik ben meer fan van het verhaal van 2. Dus daarom, ik ben echt 50-50 een beetje. Maar jij bent ja, nu team daar hard 2. Ja, nu op dit moment, misschien zou ik deze week nog eens drie moeten kijken. Nu ja. de cinemas toch gesloten zijn. Hebben we daar de nee, tijd voor. Maar um, ja, het fluctueert, dat, 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 dat ken ik wel. Maar boven alles is wel Die Hard natuurlijk. Tuurlijk, die Hard ja, dat 2, wel, ja. dat, dat weet jij misschien. Die is ook uitgebracht in de zomer, net zoals Die Hard 1. Ja. Dus ik vermoed dat in 1990, Die Hard ja. 1 is van 88. dat in 1990 Die Hard 1 nog niet als kerstfilm aanzien werd. Nee, 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 nee. En nee. heb je daar een idee van wanneer dat komt Wanneer dat dat, komt, op, dan, dat zal tv geweest dat zal door TV, de tv, ja. 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 Want dat dat is... die hard 2, also, die hard 3 speelt zichzelf, moesten er ze echt van bewust geweest zijn, zouden dus ze die hard ah, 3 ook alles wat meegepakt, hè? met ja, kerst laten afspelen. Nee? Ja, tuurlijk. Dus, nee, dat, dat is het, het is, daarom is het ook zo'n goede kerstfilm, omdat het geen kerstfilm is. Het gaat niet over kerst, maar mm -hmm. de, 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 een van de meest iconische scènes is wel de, die gast met zijn kerstbut en de ho, 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 oh, nou, nou, we, nou, we, we hebben een machine gun. Ja. Absoluut, is, ja, ja. Dat is geweldig. En, ja. ja, maar de Little Weapon is eigenlijk ook een kerstfilm. Hè? Ja, ja, absoluut. Maar eigenlijk al, alle scenario's van Shane Black, denk, ben, denk echt, alle scenario's hebben wel iets met kerst te maken. De schrijver van de film, die hebben allemaal altijd een kerstreferentie? Ja, Kiss Kiss Bang Bang, The Nice ja. Guys, ja. Um, Predator, dat weet ik niet zo goed. Dat denk ik niet. Maar ik We wel op, in de boom allemaal als kerstbal. Ja, <laughs> ja, maar er is echt zo. Die heeft zo'n soort kerstfetisje. Ik denk dat, dat ze analyseert dat elke film wel iets met kerst te maken heeft. dat onderzoeken. Het, ja, als het kan, dan, dan doet hij die liefst dan al wel tijdens de kerstperiode zijn, zijn verhaal. Goed. Um, mag ik jou een zeer fijne kerst wensen en uh, je enorme dank uh, voor het gesprek. Ja, dezelfde uh, vraag. De Duitse, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende Voilà, dat was normaal gezien Bart van de Gremlin Strike Back Podcast. Over het welke is beter, twee of drie? Ik weet niet wat hij gezegd heeft, want ik moet het nog opnemen. Uh, dus, maar jullie hebben het nu wel gehoord. Mm -hmm. eh, Alex, echt nieuw. twee of drie? Ik weet het niet. Ik vind het ah, een moeilijke, broerlijk, he? want ik vind die eigenlijk allebei goed, maar ja. op een andere manier. Klopt. De twee is die hard on a plane, dan. Zullen we maar ja, zeggen, ja, in een ja, ja. airport. Ja. Dus vooral dat. En uh, heeft ook een, een goede slechterik, hè? Want ja. die kolonel die dat eigenlijk uh, naked kata guy is. Hè? Dat is eigenlijk een gast die zo naakt een karate-kata staat te doen in zijn hotelkamer. Wel een beetje raar, dat raar dat toch? Een vreemde Rage, keuze vond, zeiden. maar toch ook, ook een klein beetje geil of zo. <laughs> um, dus ik was altijd wel van nee, William Sandler heet die ja. acteur, want een hele coole vent is ook, Zeer uh, speelt acteur. dat jaar goed, uh, is ook, um, ja, dat, dat is ook een good bad guy, maar wel niet Hans Gruber niveau, nee. want dat, is, nee. dat, dat haalt geen en ene slechterik niet meer in Die Hard, maar op zich wel een goeie en ja. uh, ook, ook een spannende, ook een leuke, Er zit dan ook, uh, ja, heeft een beetje dezelfde vibe als de als den, uh, als een één een. Terwijl de drie heeft wel een beetje een andere vibe. Ja. Daar, daar begint mee, meer zo het soort actiefilm in een stad. En het is niet meer zo'n één locatie waar het hem vast zit. Het is wel all, all over the place. Ja. En wat daar natuurlijk cool is, is: de bad guy daarin is, he, dat hadden we al gezegd, de broer van Hans Gruber. Yes. Simon. He, want je zegt ook altijd Simon 6. Klopt en dat is dan uh, Jeremy yeah. Irons met blauwe contactlenzen in, geblondeerd haar en die had ook zware ge-workout, want je zag er redelijk strak uit. Yeah. En dat was eigenlijk zijn bedoeling en hij zijn, een, uh, zijn zijn personage uh, stottert ook. Er dus zijn ja, een just. paar momenten dat hij zo kwaad wordt en dan blijft dat hij zijn over zijn yeah. yeah. En dat is ook wel heel funny. Dat, uh, dat, dat, dat er dan natuurlijk een geweldige ook weer sidekick in zit. En dat is dan uh, niemand minder dan Samuel Jackson. Ja, ja. En, dat, en die leert hem kennen op een moment dat die Simon eh, dreigt van allerlei dingen op te blazen en te doen. En hij moet, dat dan, hij moet dan opdrachten vervullen. Ja. En dan een ervan is van met zo'n soort sandwichbord. ...in een zwarte wijk te gaan staan yeah. met I hate niggers in teelgroot te <laughs> En je ziet je zo rondwandelen met een kop van hoe is dat nou mogelijk... Ja, dit overleef ik nooit. En uh... en dus ...voor de what the fuck. En dan weet yeah. je zo, ja, yeah, the shit has hit the fan. En dan wordt hem eigenlijk gered of geholpen door Samuel oh, Jackson... Yeah. ...die ook zo, what the hell is wrong with you? <laughs> He, en dan moet je dat uitleggen liggen zo gaat dat vooral natuurlijk verder, ja. maar dat is eigenlijk op zijn eigen manier vind ik ook een, een hele goeie. Maar ook daar weer ja. uh, worden zij eigenlijk gestold en dingen om een, een kraak te kunnen poelen. Dat ja. is ook, ook weer de, de ja. dus ja. Het, het stelen van geld is. Een, ja, je kunt aan de ene kant, dat zal ik wellicht met Bart ook besproken hebben, maar je kunt aan de ene kant zeggen: uh, um, de slechterik van de derde is beter. Maar ja. de, de eenheid van tijd en plaats, die zo goed is aan de eerste die hard zit, dan weer iets beter in de tweede. Ja, ja. en eigenlijk is William Sadler ook een hele goede Ja, ja guy absoluut, guy. absoluut. Want die speelt zo'n hele ja, een, een, een kolonel, een army guy, zo. Ja. Geen een beginne glimlach op zijn gezicht. Nee, kan geen Ook een gast die je, die je dan combineert, waar Hans Gruber had met die Carl. Hij is namelijk ook fysiek ja. de betere hè? want daar ja. krijgt Bruce Willis een gigantisch pak rammel van op de vleugel van een vliegtuig. Juist. En en dat is ja dat, dat ik, ik ik vind die ik, ik zou niet weten welke van de twee dat ik beter vind, maar wat wel heel duidelijk is, waar we eigenlijk een klein beetje over kunnen spreken, zoals dat we dat over Indiana Jones ook zouden doen, is dat je kunt zeggen. Die drie zijn overduidelijk een trilogie. Ja. En alles dat er gekomen is, zit wel een drop-off in ofzo. Ja. Je voelt ja. wel heel hard aan vier en vijf niet meer de kwaliteit hebben van 1, 2 en 3. Nee, ik heb, ik heb uh, vier uh, terugbekeken. En ik, nee. en ik de eerste uur of zo dacht: van, eigenlijk is dat best goed. Dat is ja. echt goed. Die, uh, die sidekick is, uh, is funny. Dat is die, ja. die, die jonge gast. Ja, ik zal even zijn naam zoeken. En, en uh, Kevin Smith zit daarin. Uh, Timothy uh, Oliphant is door de slechtere. Timothy Oliphant is de ja. slechtere, het is een soort hackersding, het is een ja. beetje, het de, de thema is een beetje oude, oude zak tegen moderne technologie, weet je ja. wel. Hij heeft, heeft zo'n jong gastje nodig om, om, om het op te lossen, want hij snapt er geen hol van. Ja. Uh, uh, vind ik echt goed. Uh, nou, wat ik ook, ook grappig vond, is dat, dat, dat Timothy Oliphant Oliphant, daar zo'n ass-kicking dat een Aziatische vrouw. is. Goed, hij maar, dat is zegt, want dat is de fantastische Maggie Q. Een van de mooiste vrouwen. Misschien wel mm -hmm. officieel volgens mijn label, de mooiste vrouw op de planeet. En het dus, grappige is dat hem die op een bepaalde manier, hè, op een bepaald moment, helpt hem die om zeep. Ja, maar wow. dan begint hem ook zo nogal redelijk. Uh, walgelijke grappen erover te maken ja. tegen Timothy Oliphant, die je daar verliefd op is. En waar je ook kan zien dat die hij er een beetje had, ja. pijn van heeft dat hij daarmee lacht. wat ja, eigenlijk wel, doet hij het ja. ja, ja, toch? Wat, wat eigenlijk leuk is, omdat dat, zo, dat is zo'n hele gemene kant van John McClane, ja. dat wel, wel funny is. Of zo. Ja, want die, die laatste twee films die gaan ook wel over het feit dat hij een slechte relatie met zijn kinderen heeft. Ja, ja, ja. Uh, ja. Um, en in de vier is dat gewoon beter uitgewerkt dan in de vijf. Mm. Uh, het probleem met die 4 is dat hij aan het einde helemaal zo over de top gaat. Ja. Dat, we dat, we, dat we als publiek uh, afhaken. Ja. Uh, nog even over de 3 en de 2. Ik had daar een paar dingen van. Of ja, nee, anders doe ik dat, ik doe dat wel tijdens de tactiek. Sorry. Oké, okay, goed. Dit laat ik weer. Um, Brecht vond over Die Hard 4. Die Hard 4 is een onderschat in deze franchise. maar aangenaam. De oude Willis neemt het op tegen moderne terroristen. Het laatste deel. Dat, dus deel 5 is een beetje overdreven. Het gevecht, uh, Jet en die camion. en Die effecten zijn goed. Maar het heeft, daar heeft het altijd wel iets over de topperigs. Maar je moet wel nog geloven dat het gebeurt. Of no, dat het kan. Dat, die, dat hebben die eerste drie wel. Dat is ja. heel grounded. Ja. Hè? En dat is natuurlijk ook wat die, die twee erna hebben. Is, je, hebt, je hebt heel dat CGI-tijdperk. Waarin dat stunt maar meer en meer over de top werd. Ja, en dat je op dan, een bepaald moment daarna in het, in het, in het uh, Fast and the Furious ja. gegeven terechtkomt, ja. waar je kijkt naar dingen en denkt ja maar zwaartekrachten werken helemaal zo. Dat niet. De natuurkrachten ja, helemaal ja. niet meer en, en, niet en, meer dat van is, en dat is zijn. niet het geval nee. met die eerste drie nee, Die Hard's, waar alles wat je meemaakt, ja wel, hè. Want in een tweede film zegt de ook... ...how can the same guy happen he? Eh? I the same thing happen to the same guy twice. En eh, dat gooi denkt ja, dat is nou wel een klein beetje heel toevallig. Hè? Ja. Dus ja maar dat, en dat haalt natuurlijk ook wel die, die, uh, die, ja. die, die, die bullshit weg hè om dat zelf ja. te benoemen dan zeg je eigenlijk ja we weten dat ja ja natuurlijk ja, tuurlijk is hij zeer vermoord. ja cool. ze, dat is na. ja dat is nou ja het is ook <laughs> heel goed in een twee dat hem zo'n naar fax gaat halen bij zo'n knappe uh, grietie op een ja. balie weet ja. en die, die hem een beetje begint te versieren en die zegt van uh, do you want to get a drink after this of zoiets? en doe daar zo'n misser dan trouwdingen en zegt hem Just the facts, man. Just the facts. <laughs> just en dat is facts. ook zo funny. Ja, dat dat zo een is een verwijzing, niet ja. Ja. En dat is ook heel, heel, heel grappig. En ja. Joe Friday is uh, dat figuur dat dan altijd uh, just the facts. Eh? Als iemand ja. wat hard... Uh, maar nu is het alleen de facts, en ja, precies. ja. En dat is zo stom, maar wel echt heel funny. Ja, dat is goed. Ja. De regisseur van de tweede trouwens, dat is Lenny... Uh, uh, zeg ik nou juist? Rennie Harlin. Ja. En die heeft ja, dat is ook een beetje. Die heeft wel echt hele goeie. Die heeft trouwens Fort uh, For Fairlane-film heeft hij gemaakt. The Adventures ja. of For Rock and Roll Detective. Nightmare on Elm vier, Cliffhanger, ja. Cutthroat ja. Island, Blonk is Goodnight, Driven. Ja. Ja. Uh, en dan uh, gaat het allemaal een beetje. Long Kiss Goodnight ook een goede goeie. Superleuk. Film. Echt kei leuk. Ja. Dus dat is ook wel een goede. Voor de moderne actie actiefilmmakers, zo. als je een vrouw in de hoofdrol wilt, dat is hoe dat je het moet doen. Ja. Inderdaad. Zo, dat wil ik even zeggen. Zo, die niet onoverwinnelijk bitchy en vervelend tegen elke vent. Maakt nee. die gewoon cool en kick-ass en dan is het een veel betere film. Maar is dat Gina? Ik, ik geef het maar mee. Ja. Nee, nee, absoluut. Ja, <laughs> en ja. Uh, uh, ja, nee, 100% wat jij zegt. Ja. Uh, Long is goed. Kijk hoe jij met, Jean, maar, Lewis, hè? met ja. Jackson trouwens. Ja, uh, juist. Ja, er zit eh uh, de, 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 die net die ja. Cutthroat Island is ook een goede film, ja. ook een beetje onderschat, want dat is een flop geweest. Het is pas ja. denk ik van Pirates of the Caribbean dat de piratenfilm nog eens even terug een succes was, maar Cutthroat Island wat daar zo cool aan is, is dat is niks CGI hè, dat is, nee, alle nee, dat sets, is allemaal, en dat is, allemaal ja. en dat is wel echt heel tof ook. Weet je, ja. dat, ik ga Long geluid ook hier terug op een stapeltje moeten leggen, want dat is dus ja, Tina Davies, Samuel Jackson. Uh, uh, Brian Cox doet daar ook in mee. Ja. En is ge, uh, geschreven door Shane Black. En Shane, Shane Black, Black heeft uh, Predator ja. ook geschreven. Dus dat is ook allemaal ja. verbindingsdienst. En heeft ook een hele, hele goede film zelf geregisseerd: Kiss, Kiss, Bang, Bang. Ja, juist. Samen met Iron Man Batman. <laughs> en Batman. Ja. Met Val Kilmer en uh, ik, ik Ben een Fokketje aan het ja, doen. En uh, Robert Downey Jr. Dus ook een ja, goede film. Heeft nou, Shane Black heeft toch... Wat heeft hij onlangs nog, nog gedaan? De die Predator, dat toch... was niet zo goed. Dat is niet zo goed, nee. nee maar die gaat nu... En dat is ja. een film die ik onlangs gezien heb... Omdat Flash Gordon daar uh, Doc Savage speelt. Ah, ja. Hij gaat een nieuwe Doc Savage maken met... Oh, leuk. Uh, the Rock. Dwayne Johnson als Doc Savage. Wel een, dat een hele dat goeie, goeie... jaren 30 goeie, goeie keuze. Figuur. Goeie keuze. Ja, ja. absoluut. Ja. Hoewel, daar, he, eigenlijk was Doc Savage de uh, Man of Bronze. Maar die ja, was zo want ja, je ja. had zo blond haar en zo ja, dat... Wordt ook gespeeld in de originele film door Ron Eli, wat ook een Tarzan ah, geweest is. Ah nee, ik ben in de Ik zeg Flash Gordon, maar het is niet, Ron, het is niet uh, Sam Dinges. Het, is, het was Ron Eli. Ja, je hebt gelijk. Ja, Ron Eli. Ik ja, heb die, die tegelijk heeft, bekeken het is, met spirit. Een, het, is, het is wel een beetje een Sam J. Jones-achtig ja. figuur, zo moet ja, ja. Je, een beetje gelijk Flash Gordon. Maar um, want die heeft de spirit gedaan. Juist, en ik heb die film vlak na elkaar bekeken. Ja. En uh, ja, dingen, 20, maar, maar ja. Doc Savage is eigenlijk, ja, dat is ook mega foempig. Dat is een klein beetje à la de Batman uh, 66-TV-reeks. Het ja. heeft zo heel hard de wink-wink. Hey, hey. Het is ook een liedje. Dark Savage. Zo kun je allemaal op YouTube video's, is heel fijn. Alles is onnozel, maar wel heel cool eigenlijk. Op zich vind ik dat wel een hele leuke. Mag het daar een nieuwe versie, waarschijnlijk een stoerdere versie, gaat. shapen. Nog altijd wel funny, 9 van de 10. Dus de Rock zal het ook wel met de nodige humor doen. Je trouwens, ook een heel goede keuze is om Black Adam te spelen. Ja, vind ik. Dat klopt. Vond ik er ook wel goed, het zien of zo. Ik maar. weet niet of dat leuk was, maar ik vond Shazam wel leuk. Dus, dus ik wel, kijk ik er ook. wel een beetje naar uit of zo. Ik denk dat dat wel tof kan zijn. Ja. Nee. Uh, er was ook nog iemand. Uh, ik ben even kijken, ik ben vergeten wie dat nou was. Ik denk die Timing was ook. Die had gezegd. Pardon, excuseer. De vijfde Die Hard voelt meer aan als een, een van duizenden. Uh, uh, Bruce Willis-films. die hij tegenwoordig maakt. Hè? Cheap, Oostblock. Uh, Bruce Willis, groot op het affiche... maar eigenlijk gaat het helemaal nergens over. Mm -hmm. uh, uh, hij schrijft. ongetwijfeld een strak pensioenplan. maar ja. niet zo goed voor zijn geloofwaardigheid. Nee. Daar sluit ik me heel op aan. Ja. Ik heb ja, phoning it in, zoals het ja, heet. Man, heet. Je hebt heel erg het gevoel dat hij geen goesting niet meer heeft. Maar waarom doet? Die moet ja. dat niet meer doen voor het geld heeft hij dan zo? Ja, ik snap dat. Ik niet. weet dat niet. Misschien heeft hij slecht geïnvesteerd en heeft hij helemaal niet zoveel of geld. Ik of weet. Zijn ex is met alles gewoon Kan, 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 kan. Half. I want half have Eddie. Half. John Cleese uh, <laughs> is shit. Nee, want het, ja, ja. het dieptepunt. Ik heb, want ik ben natuurlijk science fiction nerd, dus alles met een science. En dan ja, oké, okay, John McLean in een science fiction film. Oké, okay, cosmic sin. Nou, ja. dat was, nou, dat was zo verschrikkelijk slecht, ja. dat, dat, dat kon ik niet aan. Dat kon ik gewoon echt niet meer aan. Ja, dat is jammer hè, dat je zo denkt van, want dat is een tijd was je mega bankable, hè. Wel, hij ja? was dat echt zo, een ster, die is zo van de ene... Dat, hè? Zo van de ene moment op de andere is hij ook zo wat beginnen ja, ja. raar doen. Dus en. moet je dan gewoon ergens je in je, je range gaan zo. zitten. En, ja. Ja. Um, Jeroen van Zwol, over de Die Hard films, Eén is fantastisch twee is de sequel met sequelitis, drie is de sequel done right, vier is amusant maar geen die hard en vijf is gewoon ronduit slecht. Ja. En ik denk uh, dat, we, dat, we, dat, we, dat we daarbij kunnen aansluiten. Dat heeft hem het goede, uh, heeft, hem dat, goed, heeft dus een hele goede woord. Die Juf van Zol. Wat ik ook grappig vind is natuurlijk dat we dat we um, die hard is een soort genre geworden. Mm -hmm. He, ja. Dus dat was een eerste, dat was een bijzondere film uh, en dan uh, daarna zijn er ja ...doemden we, als het zo'n soort film was... ...Die Hard met een dit of Die Hard met een dat. Well, speed en uh, ja. Under Siege. Zo'n ander soort films. In mijn herinnering ja. of mijn beleving... ...is Under Siege, uh, uh, hey, dat is Die Hard op een boot. Ik dacht dat dat de ultieme clone was. Dus ik vroeg ik heb op het internet ook gevraagd... Uh, ...wat is de beste Die Hard clone? En ik dacht dat het Under Siege ging zijn. Maar die staat op de tweede plaats. Er staan er een paar... Ik heb een top vijfje gemaakt van, van de mensen die iets gezegd hebben. Dus je hebt Passion of 57, The Rock, Olympus Has Fallen, White House Down, ...Stakes on a Plane, Hard to Kill, The Raid en uh, uh, Dread. De, mm -hmm. die, die stonden er niet in. Maar de top vijf is deze. Ik vind hem echt gaaf. En het zijn ook echt allemaal goede films. Op vijf staat Cliffhanger. Ja. Ook die Hard op een Berg. Ook, ja, Die Hard op een Berg, inderdaad. Gemaakt ja. door uh, Reddy Harlin, dezelfde van ja. de tweede Die Hard. Dus die, ook, ook, een de, goeie ook een goede uh, film. Gewoon ja, een goede film. absoluut. goede slechterik, John Lithgow, dat de ja. slechterik is. En een hele goede Stallone ook. Goed, ja. Doen we dat hem goed in is. Absoluut. Dus uh, zeker cool, ja. Nou, Dan uh, Air Force uh, One, ja. op vierde plaats. Die Hard in a plane met, uh, ja. her, met Harrison Ford. En ja. Gary Oldman, ja. Ja, zus, inderdaad. Wat de hel? Dat is fantastisch. een film. Ja. Dan op drie staat inderdaad wat jij ook benoemde: Speed van Jan Speed, de Bond. Ja. Dus ja. die heeft zijn eigen Die Hard film daarna gemaakt. Ja. Ja. Uh, anecdote anekdote daarover is dat hij tijdens het draaien van Die Hard vast heeft gezeten in de lift. En daar het idee van de openingsscène van uh, Speed heeft gekregen. Ah, ja, ja, ja. En die start in een lift. En dan is ja. het natuurlijk Die Hard op een bus. Ja, ja. Ja. Maar... Uh, maar... Ja, met Sandra Bullock, die dat ja. daar een beetje een ster door geworden is. Ja. Ook, hè. Keanu Reeves, dat er ook cool in is. Absoluut. Allee, die dat er heel Keanu Reeves in is, gelijk in al zijn films. Maar Keanu Reeves is de beste Keanu Reeves-acteur. Dat is ook zo. Als je er kan de niemand Reeves beter Keanu Reeves spelen dan Keanu Reeves. <laughs> Nee, Vooral en, het beste en... vind ik, ik had dat misschien al gezegd, maar dat hem voor de nieuwe Matrix zelfs de moeite niet meer deed. Om er Nio te zien. Gelijk John Wick. Dat hem <laughs> gewoon zo weet dat. Fuck you, daar is gewoon John Wick in de Matrix. I don't <laughs> John care. John Wick in de Matrix. En Bart got er niet af. Dat, daar kon ik niet knippen. Lot me gerust. Zo, het is het wel kut dat ik zo weinig tijd heb gehad. Uh, de laatste paar, uh, de laatste anderhalve week. En ik heb Spider-Man niet gezien. Ik, en niet. nu kan ik de Matrix ook niet gaan kijken. Want vanaf uh, zaterdag of zondag is hier al. Uh, is hier alles gesloten? Het zijn alle bioscopen. Die bouwen Spider-Man ook hier al graag ah Ja, natuurlijk. Ik hoorde zoveel goede dingen over dus fucking Spider-Man met Dr. Octopus. Ja. Het is het kind zal... van alle Spider-Man-films, ...ook verder weg de beste. Ja. Dat is wat ze ervan zeggen. Ja, ik ben wel, ja. wel echt heel benieuwd. En, en de Matrix ook. Zien. Ik ben gewoon benieuwd wat ja. die. Wat, wat ze ja. ervan gemaakt hebben, ja, tuurlijk wel. Ik heb Multiverse of Madness, een trailer gezien van nee, uh, Doctor nee, Strange? Nee. Oh, die staat erop, moet je eens kijken. Uh, dat ga ik zo checken, ja. Wel, uh, wel grappig, ja. Maar goed, dus op drie Speed, mm -hmm. op twee Under Siege, dus toch? Ja, ja. Uh, uh, hoe heet hem, uh, onze vriend? Steven Seagal. Uh, ja. Steven Seagal. Is dat Met iets een, heel, ook... een hele coole Tommy Lee Jones, ja. als de slechterik Ja, inderdaad. Uh, zit Gary Busey er niet ook in? Ik ben denk niet dat zeker. Wel. ik denk ja. het, hè. Ja. Dat, zijn zo, dat zijn zo van die figuren. Die, want Gary Busey was ook heel goed in Lethal Weapon, waar hij zo Mr. Joshua speelt. Hè, zo ja. de muscle dat tegen uh, Mel Gibson zijn Reeks moet gaan vechten. op ja. Hey buddy, want a shot at the title. Ja. Kijk, goede zin ook. Is dat het een of de twee? De een, de ja, dat toch, ja, dat ja. zien de nog van, uh, van Murtaugh, nou, dat ze er met een camion deur zijn de living gerezen. Want ja. in zijn huis wordt ook altijd ja, die worden, die worden en in af De af volgende af. film zie je ook ik altijd dat ze er aan het werk is. Dat ja, je ja. zo doorheen van ja, want hier is een toilet ontploft ook en zo, hè. die neemt altijd zo de. de dat pech. is wel het verschil. Als je dan toch ja. het, het ding tussen waarom is Die Hard in mijn ogen beter dan Lethal Weapon, is dat die vier films. Die verhalen doen er niet zoveel toe. Mm -hmm. dat, is, dat zijn toffe films en die doen dat keihard goed. Maar ik weet niet het verschil tussen het verhaal van de 1 of de 3 of de 2 en de 4. Dat weet ik niet. En bij Die ja, Hard ik heb is ernaar, het heel ik heel helder heb genoeg gezien dat ik daar wel heb. Maar ah, nee, ik maar, heb En heb ik daar vind die ook vaak die ook, genoeg ik, gezien, man. En ik vind die ook echt heel leuk. Ik vind dat wel heel vergelijkbaar. Ja. Zo de actie, de humor, zo de funny. Denk je hebt dan aan uh, degene die dat zo. Uh, uh, Danny Glover dat altijd die is van ach oh, ik ben hier over die stuit en shit, de andere ja. de andere zot hè die dat hem zo half onder controle nee Riggs. Ja. Wat, wat een hele coole hè? want hoe een goede acteur was Mel Gibson ook gelaten weleens ja dus, dus, dus ja dat, is, dat, is, dat, dat vind ik ook wel heel leuke films maar ik denk dat Die Hard zo nog net iets dat overstijgt en nog een beetje qua, qua, ja. ja, qua iconischheid ik, ja. of zo dat is nog die En ik kort. denk dat die films gewoon ja. iets afgeronden zijn. Uh, ja. uh, die Hard... Uh, sorry, Lethal Weapon zijn gewoon een soort, uh, uh, soort tv-reeks of zo. Ja, dus... Terwijl Die Hard zijn echt wel afzonderlijke films. Uh, uh -huh. Maar goed. Trouwens, dat wist ik niet, maar Geert Wishmaster3891 uh, 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 uh -huh. op Twitter... Die zei, Die Hard 3 zoals die nu is, was eigenlijk Lethal Weapon 2. Ja. En Speed 2 was de originele Die Hard 3. Ah ja. No. De Speed 2 is, dat is uh, Die Hard op een boot. Ja. Daar ja. doet Keanu Reeves niet meer mee, uh, maar... op uh, Jason... Wel. Ja, Jason nee, Huppert. Nee, ja. De... Ja, ja, ja. Dus ja. Speed ja. 2 was Die Hard 3. En Die Hard ja. 3 was Lethal Weapon 2. Dus het loopt ja. wel allemaal een beetje door elkaar. Het lijkt allemaal wel op elkaar, ja. Maar goed, ja. de nummer 1 Die Hard clone, volgens mm -hmm. het publiek... Uh, uh, met het dubbele aantal stemmen dan de nummer 2... Uh, uh, is Sudden Death. Van Jean-Claude Van Dam. Ja, tuurlijk. In Heel de ice hockey, hockey ring. Ja. Ja. Dat is ook zo. Weer een terroristen dat daar binnenvallen En dat is eigenlijk ook een beetje dat verhaal. Ja, ja. ja, uh, ja er de, 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 de werden er gewoon een hele noop gemaakt hè, in die periode. Ja. Zoals dat je ook zo midden jaren tachtig hadden zo al die rambo klonen, hè, zo Missing in Action en ja, in ja, 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 Asian ja. USA en noem het allemaal maar op. Commando eigenlijk ook, maar dat was er dan al bijna een halve parodie op. Omdat dat zo over de top was, dat het wel weer funny was. Ja. Maar je hebt zo heel veel van die. Iedereen was ook een Vietnam-veteraan. Elk personage dat dan een hoofdrol had in de film, had wel in Vietnam gevonden. Iedereen uit Vietnam, ja. Van de... Maar ja, goed, ja. dat deden 18 e ook... Ik bedoel, dat was toen gewoon zo. Hè? Dat die ja, hadden dan ook die Dat leeftijd was ook nog niet of zo, zo heel lang geleden. En het grappige Ik is moet... wel dat, dat, ja, dat die. Wat ik er straks al zei, die verwijzing van Robert Davy, dat hij zo wat cool doen over Vietnam en hij in Lenderen en zo. Die <laughs> van, dat was ik te jong. Want ja, dat ik was 12. Dat was gewoon wel, I was in junior high. Ja. Denk, hey, dat is gewoon kei funny, zo. Ja, funny. Ja, dus ook leuk. daar werd wel een beetje komaf gemokt met dat, uh, met, uh, zo. Ja, ja, Ach, we weten met het bij we Vietnam, Vietnam ja. zo, het is klaar. Is ja. dus ik dat moet is eerlijk wel, bekennen ja. dat ik zo de Death, denk ik nooit gezien heb. Dus ik gezien, ja. Maar ik wil. Ik wil heel graag met jou uh, ooit eens een uh, uh, Jean-Claude Van Damme uh, podcast opnemen. Want ik heb, ik heb echt zo films gespaard. Ja. Een beetje wat ik Sander heeft met Jackie Chan, had ik met Jean-Claude Van Damme. Ik heb heel veel films gespaard, maar nog niet zoveel bekeken. Mm. Uh, behalve Time Cop, denk ik. Dan. Ik heb er zelfs een hele hoop van in de cinema gezien. Ja. Eigenlijk van Bloodsport tot... Uh... Goh, ik kan wel in de cinema gaan zien van hem cyborg tot... Ah, ja. uh, tot dat is uh, uh, Death Warrant in the Wrong bet Dat yeah. lion word. is Lionheart. Yeah. Het zijn altijd twee woorden. Het is een beetje Die Hard. Het zijn altijd twee woorden. Double Impact. Impact. Ja, zo al die Het is gewoon de titel yeah. Die Hard, maar twee andere yeah. woorden gepakt. Yeah. Kickboxers. Kickboxer. <laughs> oh, so, dat well, is één woord. Dat is één woord. Maar dan inderdaad uh, Sudden Death. Ja, yeah, dat zijn allemaal zo van die wel 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 goeie actiefilms ook hè ja ook allemaal, dat was ook wel beste, een best een actieheld hè absoluut zo, samen met ja, Segal en hem die hadden dan altijd zo'n uh, rivaliteit omdat Steven Segal ooit op, uh, op Arsenio Hall heel walgelijk gedaan had over Jean-Claude Van Damme ah, ja. en Van Damme is er altijd mee heel veel humor mee omgegaan ik maar, denk was, dat ik denk dat Segal helemaal niet kon verdragen ja precies ik denk dat de voor ja. humor ik denk dat Van Damme de winnaar is uiteindelijk. Ja. ja. Maar misschien heeft Stiegall met Under Siege wel de meest succesvolle film van de twee gemaakt. Dat weet kan ik helemaal wel. zeker. Kan wel. Dat kan wel. Misschien moeten we die... Is dat een podcast? Steven Seagal versus Jean-Claude Van Damme. Hè? De, de face-off. Dat die... wil, uh, wil ik zeker wel doen. Nou, dat, zullen uh, we, dat zullen we in de vlog ja. uh, wachten. Wat ik nog zeggen, de, zelfs... Bas Rutte zei over Steven Seagal, dat is ook fantastisch. Ja? Dat is zo met MMA Weekly zo'n zo programma over uh, mixed martial arts. En uh, ja, ja. Bas Rutte Nederlands ex-UFC-kampioen en zeven keer King of Pantrace. En die zit ook in die ene reeks met Kevin James, dus blijkbaar film van Kevin James. Ja, die Welcome to the Boom of ze weet of wat is dat, die film zit je daar ook niet in. Ah ja, maar in ook een of andere reeks, niet de King of Queens, maar een reeks die hij daarna gemaakt heeft, dat hem de security-titel heeft. Dat is echt ja, dat is een figuur uiteraard, hè? Hij spreekt maar, ja. heel leuk Engels, hè? Dat die ja, heel duidelijk. Hij is very much, uh, very much, uh, from the <laughs> Netherlands, hè? <laughs> <but>, uh, <laughs> wat heel cool was was dat hij zegt van, uh, yes, uh, yeah, this is a question for Bas. Zegt hij ja, my, me and my girlfriend are having a discussion over who would win a fight, you or Steven Seagal? En dan zegt hem, I, uh, I say you, my girlfriend says Steven Seagal. Je ja, zou wel, uh, tell your girlfriend that you have won, because uh, Steven Seagal, I would take him by the ponytail, pop, 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 boom, and uh, home. En zo dat. Dus je denkt nee, zo, ja, dat is zo de manier waarop hij dat dat erover ponytail. spreekt, is echt heel laat. Maar vooral, I would grab him by the ponytail. En je ziet het al gebeuren. Je ziet het en je denkt, ja, deze, deze is echt zo hard een probleem de voor Steven nee. Seagal. Maar wel heel grappig, ja. ja. Uh, goed, uh, uh, er zei ook iemand op Twitter, Toll 8488. Ik herinner me nog de demo-cd die bij de PlayStation 1 zat. Daar stond mm -hmm. een proefje op van een Die Hard schietspel. Uren okay. mee verloren. Is dat iets wat jij ooit gespeeld hebt? Heb je... nee, ik heb nee, het niet dus Ik heb geen idee. Nee, maar dat maar is dus, er zijn ook mensen die, zoals, zoals als ik over Spider-Man, ik bedoel Spider-Man, jij wellicht ook, wij hadden die mm -hmm. Junior Press boekjes. Ja. Maar mensen van de leeftijd van Xander en zo, die hebben Spiderman door de tv, uh, door, voor de tekenfilms op tv ontdekt. Ja. En, en, ja. Het is Nog heel veel mensen kennen Dune bijvoorbeeld, ook niet door het boek, maar door de PC-game. Ja. Er zijn een paar Dune PC-games gemaakt, ja. die eigenlijk Juist. super populair waren. En die mensen hadden nooit een David Lynch film gezien, nooit die een boek gelezen. Nee. Maar die zoiets hadden van, oh, er komt nu een film van. En dan denkt ja, dat, dat was eigenlijk al lang. Nou maar ja, die waren ik heb dat helemaal nu, mee Witcher, met, uh... ik kende daar helemaal niks van. Dus er zijn ja. voor sommige mensen, dat blijkt een boek waar een ja. videogame en nu een tv-reeks. En ik van, wist van, uh, dat van zelfs niet. Of Russische schrijver, ik weet het niet. Uh, ja, het zou dat kunnen, is, ja, ja, Dat is ook geen Amerikaan. Ah ja. De Witcher. Dat is ook het grappige eraan, dat dat, dat dat boeken waren, dat enorme bestsellers waren in het, in het Oostblok. Ja. Dat die dan uiteindelijk vertaald zijn naar hier. Ja. En dat dat dan een succes geworden is. Want ik heb dan allereerste Witcher-boek. Um, gekregen. Dat zijn allemaal zo wat korte verhalen zo, maar allemaal ah, ja. rond de Witcher. En dat was uh, dat heb ik van de Raf Pikafit nog gekregen. Alright. Je zei al, oh, dat moet je lezen, want dat is supergoed En niemand kent dat hier, want dat is eh, zo een of andere Rus of Napoleon Ik kan fout zeggen, je moet dat maar eens ja. opzoeken. Ja. Maar in ieder geval, eh, dat, was een, uh, dat, dat was toen iets waar ik ook nog nooit van had gehoord en gelezen over eh, Geralt of Rivia. En dat dan een grote gast met Wit Haar is en. en dus Geen, maar ja. toen net dat, dat natuurlijk, dat is ook een comicboekreeks geworden en Games ook, want die games zijn super populair. Allemaal voordat het een reeks was, eigenlijk. Ja. Dus dat had al wel een enorme built-in fanbase vooraleer dat, dat er nog maar aan begon. Ja, dat is, dat is. Dat is, dat is waaronder dat is. Henry Cavill, die een mega fan is van zowel de boeken als de game. Want wat hij heeft hij nou? Actief. alles gezegd? Welke reeks die nou ook, ook zoiets... Die, dat is een ja. gamer, denk ik, want die had Ja, want die heeft alles... actief zijn eigen ingezet om die rol te spelen. Hè? Die wou ja. dat heel hard ook echt zijn. Ja. Maar ook iets... Dus nu wel, weer, nu iets anders ook weer. Ja, ja, en ja en ik, ik weet wel... het niet. Ik heb het precies ook gelezen. Ja, dat zegt mij iets, maar ik weet niet meer, uh, ik weet niet meer wat. And, Sapkoyski. Ja, van waar die komt die? Dat is namelijk zojuist echt een Poolse... Poolse toch, hè? Ja, ik, dacht dat, ik dacht dat het een Poolse ja. was maar dus, uh, ja, dat is een gast die, dat, uh, die dat wereldwijd eigenlijk een me mega bestsellers geschreven heeft, terwijl dat in het begin ja, was dat zo? Die eerste vertaling ervan, daar kwam de Raf mee af. Die ja. heeft dat toen naar mij gegeven. Je zei dat moeten lezen. Dat is echt... Die heeft er wel, dat, dat was wel altijd, de uh, Raf Pikavet, uh, kudos, want die had altijd wel als eerste. De, de vinger op... aan de ja, pols. De, en de het vinger altijd aan door. de spreekwoordelijke pols. Ja, die kon altijd zeggen: dat is de reeks dat je moet gaan zien, want dat gaat het worden binnen een jaar. Ja. En, en dan had hij al, bijna gelijk. altijd gelijk. Ja. Ja, ja, dat is wel zo. Ja. Ja. Uh, uh, The Witch wordt gespeeld door Henry Cavill, Superman. Mm -hmm. En die staat nu. Uh, die is natuurlijk ook Sherlock Holmes in Nola uh, Game. wil ik zeggen. Holmes. Ja. En die gaat blijkbaar een Highlander-ding uh, spelen, zie ik hier. Oei, oké. Okay. Dus, en hij wil ook. Uh, een film die in remake nodig heeft. Blijf blijven. Nee, nee, nee. Stop ermee. Nee. Er geen sequel nodig: nee. uh, Warhammer daar wou die, wilde ik. Ah, juist, ja. Ik ik, dat, doen. weet ik echt, daar oh, ken ik echt niets van. Daar ken ik ook heel weinig. Van, ik speel dat spel ook niet. Maar, nee. maar... ook maar zijn goed. er comics en zo, hè? Warhammer. Ja, ja, dat is het. Is... Het heeft een heel, uh, ook, ook een is heel. heel van alles is ja, Maar daar is. kon ik mijn eigen niet over uitspreken. Nee. Want dan kon ik mijn eigen alleen maar belachelijk maken. Daar ken ik. Plus, we hadden van. het over ja. Die Hard en Bruce Willis. Inderdaad. Het, het laatste wat ik wil weten van jou over Bruce Willis en Die Hard is. Is Die Hard de beste acteerprestatie van Bruce Willis of zijn er beter? Ja, goeie vraag. Nee. Ik vond uh, ik vind dat die is een beste film in ieder geval. Ik ben echt heel hard fan van hem in die rol en ja. als personage. Maar goh, dat is veel gezegd, zijn, Want ik vind hem bijvoorbeeld uh, Twelve Monkeys ja. ook fantastisch. Ja waarin dat hem dan eigenlijk door de regisseur Terry Gilliam werd letterlijk gezegd, alle dingen waar jij bekend voor staat, moet je niet doen in ja, die film. Ja, ja, En dat liet wel zien, hè, ook de Sixth Sense en zo, laat ook zien dat dat een hele goede acteur is. Hè. Dat het een dramatische acteur is, dat je dat ook kan. Ja. Um, ik ben ook wel heel hard fan van de totale over-the-top silliness van The Fifth Element. Vind ik ook ik een hele leuke ik... film met hem. Maar als acteur... Als acteur is het Bruce Willis, Bruce ja, Willis. He, ja, dan juist. is hij de, de, weer al de blondharige wise-ass, die ja. dat het dan allemaal maar weer... de uh, fly-by-his-seed-of-his-pants kind of guy, ja. zo, he, dat ja. hij dan altijd is. Maar ik denk wel dat John McClane, uh, en zeker in de eerste Die Hard, allee, de trilogie eigenlijk ja, wel, de he, eerste drie, drie ja, zeker... Ja. Isabellian, dat is een, een onsterfelijke actieheld. Dat is wel zo iemand worden van. zich. En vooral de everyman die altijd in situaties terechtkomt. waarom ze ja. zijn eigen moet uitredden. Hè? Als ik hier nu zijn, uh, zijn palmares bekijk. tussen, laten we zeggen, 19, uh, eh, 1990 en 2000. wat een beetje zijn belangrijkste periode is, denk ik. Uh, laten we eerlijk zijn. Dan, komen er, ja, dan heeft hij wel heel veel gave dingen gespeeld, Bruce Willis. Uh, natuurlijk, ik denk dat John McClane wel zijn beste personage is. Unbreakable, um, nog een keer. Maar inderdaad, Unbreakable. Ja. Ik denk dat dat zijn ja. beste acteersprestatie is. Misschien dat, wel, ik ja. Denk dat, dat is misschien niet. Ja. Dat vind ik ook een ongelooflijk goede film. Ja. Maar ik, de ik denk dat je de nagel op de kop slaat. Ik denk dat dat zijn beste. Dat hij daar als acteur ja. het meeste laat zien. Ja. Want ik ja. vind ook. Uh, wat, uh, er, zijn, er was eigenlijk maar één iemand die zei: Pulp Fiction. Terwijl het natuurlijk toch ja, Pulp Fiction is. Maar ik vind hem wel niet. Ik vind Pulp Fiction goed, ondanks Bruce Willis. Of ja, ik vind Pulp Fiction niet zo goed, maar... Ik vind Pulp Fiction, dat is echt wel... Samuel. Ja, uh, juist, um... jij ziet niet niet die mensen dat, dat niet zo goed, want juist, ja, ik vergeet dat altijd. Omdat ik daar... Ik da, denk ik vind dat jij da, daar een fan van wordt. Ja, in mijn kop vonden jij die een altijd keigoed. Dat, dat, dat neem ik door, we hebben daar al een paar keer over gebabbeld en jij vindt dat eigenlijk niet, hè? Ik vind dat overroepen, ik vind dat ja. zeker niet slecht. En ja. daar zitten een aantal fantastische scènes in, maar mm -hmm. dat is ook wel dat. Ik ja. vind dat als geheel niet zo goed. Ik vind dat ook weet je nee. wat dat is? Ik weet niet of dat, dat bij u is, maar je hebt mensen die Pulp Fiction gezien hebben en daar Tarantino mee hebben leren kennen. En je hebt mensen die je met Reservoir Dogs hebben leren kennen. Ja. En ik heb die gelijk. Gij, uh, in de, ik heb dat in de cartoons, toen ik er kaartjes ja. scheurde, dat uh, wel een Erik Loek, uh, Rest ja. in Peace, uh, zei: Dat is iets verhaal, dat moet je gewoon zien. En ik zet dat gewoon zien. En it blew me away. Hè? Ja, en en ja, toen ik Pulp Fiction ging dvd vond ik dat ook nog altijd keigoed. Want ik vind dat echt een hele goede film. Maar ik ben altijd meer voor Reservoir Dogs geweest dan voor Pulp Fiction. Oh ja, ik dat ben sowieso wel. team Reservoir Dogs. Ja. Ik vind ja. True Romance ook beter dan Pulp Fiction. Ook een en, hele goede film. Ja. En ik, en, want ik heb altijd het gevoel dat als je ja. het zelf niet schrijft... Als, als je het zelf niet regisseert, wordt het misschien wel een betere film. Ja. En, en, uh, en, nou, dat heb ik niet, maar, maar ik snap Johnny wel wat Schot Scott is een betere zijn. regisseur dan, dan Quentin Tarantino. Ik uh, heb ja. het gewoon gezegd, ik blijf er ook bij. Mm -hmm. En ik vind zelfs Natural Born Killers misschien wel beter dan uh, Pulp Fiction. Gewoon interessanter, ja. beter gemaakt. Ik, 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 ik en een durf, durf ook niet nee te zeggen. Zeg. Ik, want dat vind ik allemaal op, op hun eigen... Hè, op hun, on their own merit, zo'n goede films. Ja dat een beetje discussiëren is over wat wel of wat niet. Ik weet wel dat ik ken mensen die heel pro tarantino zijn. Ik ben er ook ene van. Ja. Ik ken ook wel mensen die dat er totaal niks van moeten hebben en de dingen wat die, die ze zeggen, dat is ook niet dat daar nergens op slaagt of zo. Dat is wel dat ik denk van ja, ja het is ook wel een beetje. Je hebt wel waar Stokken om mee te slagen of Tarantino als je dat echt wilt. Als je echt zegt van dat is niet mijn ding wat je doet, dan geeft hem u ook wel ammunitie om, ja. om hem niet tof te vinden. Nu, ik, ben, ja. ik, ik vind zijn films vaak te lang. En ik vind dat hij misschien niet per se uh, Final Cut moet krijgen en nog iemand moet hebben die hem helpt daarbij. Ja, ja. uh, 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 maar wat ik wel vind, en daar zal ik. Uh, uh, ik heb onlangs. Ik denk dat het me. Mark Maron? Nee, het was met nee, me, nee, me Conan O'Brien. Hij heeft een podcast gedaan met Conan O'Brien. Als podcastgast is dat de beste ter wereld. De man spreekt met zoveel passie over film. Het is mm. echt een film nerd. Je kunt niet en nog altijd. Dat is, het is de grootste die film Ik ken bij Joe Rogan als... ook, hè? En ja, van de ja beste ook beste dingen, bij, die, bij Rogan vind ik fantastisch. fantastisch. Rogan is natuurlijk een, een martial arts guy. Ja. Dus je begint uiteraard over Once Upon a Time in Hollywood en Roosley vecht zijn. En hij zegt op een bepaald moment: Ja, er waren mensen echt kwaad en zo. Eh, over hoe dat jij die in het afgebeeld En hij zegt: Well, if, if, if it's your dad, I understand. But everyone else can go suck a dick. <laughs> <laughs> Zo en dat goed. is zo hard Tarantino in een notendop. Ja, en ja. Dat, dat vind ik ook wel zo funny om die kerel, want ik ben, ik ben wel een, een redelijk grote liefhebber van zo'n films. Uh, en ik vond Once Upon a Time in Hollywood heel leuk, maar ik vind een boek ook heel goed. Want hij heeft zo'n ja, novelisatie van gemaakt die wel echt die anders gaat. is, ja. uh, die ergens anders naartoe gaat ook. Dus oh ja. echt heel, heel zot. Wat hij daarmee gedaan heeft, ik vond dat eigenlijk ook heel goed. En wat dat ook is, is Tarantino is ook in zijn boeken, een beetje gelijk dat hij in zijn films is. He, dat is soms een kritiek dat de Moek krijgt, dat zijn films een beetje te veel een ode aan andere films zijn. En ja. in zijn boek is, uh, heeft hem van dat personage van Brad Pitt zo'n beetje een cinefiel die En dat gaat ja, ja. op de Just, cinema gaat, ja. Waardoor ja. de Moek kritiek op bepaalde films of uh, een lofzang aan andere films ja. erin verwerkt. Dus ja. ook in zo'n boeken kan je dat niet laten. En die schrijft echt heel goed. Ja. Van, uh, van een mega filmnerd nerd Dat, ja. en dat, en dat vind ik gaaf. En, en dat is wel en, heel tof. Ja. En, en dat vind ik ook leuk aan, want ja. in Hollywood: dat het een ja. film is over film. I love it. Duurt gewoon te lang. Maar, maar, maar daar zitten, ik bedoel, ik vind vaak, daar zitten echt onwaarschijnlijk gave scènes in. En ja. ook een heleboel niks. Ja, en dat vind ik, dat vind ik vaak bij zijn. Dat kan ik snappen, ja. Ik, ik zeg het, mij stoort dat niet, want ik, ik ben ja. iemand dat zo in de trip gaat en het dan ook ja, allemaal niet Maar er zijn andere mensen die dat houden hebben, jij zit ook niet, de, de enige dat nee. dat zegt. Er zijn nog mensen die zeggen, jij is speciaal, jawel, jij zegt heel speciaal, <laughs> voor mij ben jij zeer bijzonder. Maar uh, there's only one of you, dat is, ja, dat is heel duidelijk. Maar wat ik wel moet zeggen, en dat is waarom dat ik ook zoveel van u hou, hè, omdat wij zo compleet dezelfde regisseur kunnen <laughs> fantastisch vinden of haten als de pest en toch nog van Macaron. Maar ook flipfloppen, ik kan ook oh, ja. morgen zeggen waarom je ja, de Tarantino best ja, wel, hele Jij kunt ja, 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 kun ook zeggen, Tim Burton. Klaar bij en dan denk ik, die die net toch goede stoffen. Het je komt ook nooit helemaal van nergens. Nee. En, en het is van mijn favoriete films is. aller tijden, maar Tim Burton ja. klaar bij. Ja, maar... en ik snap wat dat je wilt zeggen ook, want ik heb ook zoiets, Tim, het wordt nog eens tijd voor een goede film, ja. vringd, want die is al lang geleden. Ja, ik het dus, dus. Het is niet met, uh, met fucking Johnny Depp. We zijn nogal serieus afge, afgeweken van Die maar waar, Hard. We waren want overzien de weet je van wat, ja. ik wil gewoon nog even een paar, uh, de, de Bruce Willis films, die naast Die Hard ook de moeite waard zijn, want er kwamen inderdaad twaalf boekjes werd bijna... Iedereen vindt 12 Monkeys zijn beste film. En dat is natuurlijk Terry Gilliam en dat is een Bruce Willis film. Dat is een en Brad Pitt. Film. En dat is fantastisch. Ja. Ik denk dat Unbreakable nog iets, ja, nog iets straffer is of zo van, van Arc Volgens Dat is uh, volgens André's André's Bekkers, is. de beste superheldenfilm ooit. Uh, Dan Andries is een mega. Die zegt: Voor mij is dat de beste superheldenfilm. En he, oh, he has a very good point. Oh, he has a ja, very good point. Want dus Samuel L. Jackson is, is daar ja. zeer straf ook in. Ja. Die verkoopt ook uh, uh, paarden. Ik wil ook in Samuel L. Jackson zijn galerij alles kopen. Ja, ja, ja. Dat is, ja, ja. Maar uh, de film die een beetje over het hoofd wordt gezien: nee, Hudson Hawk. het Bruce Willis film. Top over film. The top. Love top it. Top film. Mega fan van. En de, terug bij Tony Scott: ja. The Last Boy Scout. Ook onwaarschijnlijk. En geschreven man, het door Shane Black, oké? Ja, Scenario juist. van Shane Black. Wat verdomme, de cirkel is rond. We nog hebben hem gemaakt. Nog, nog altijd een aantal van de beste one-liners in een film aller tijden. Hè? Echt, hè? Dat, die, dat, dat er zo'n en zo heel een tijd grote woorden gebruikt. terwijl dat, 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 En dan zegt Boos weer eens op een band met, Shit, we're being beat up by the inventor of Scrabble. <laughs> ja, dat is echt, dat ziet ook zo. Of dat hij sowieso een pop van een bever vast heeft, hè? Mr. Beaver, dat zijn ja. dochtertje on hem geeft en daar zit een pistool in. Ja. En hij zegt: why did Mr. Milo cross the road? Tegen, tegen die ja, Stift. Ja. Yeah. Because his dick was stuck in the chicken. En dan, zo, ah, ha, ha, ha. en dan schieten die zijn handlangers ook in de lach. Ja, ja, ja dat is juist. Of dat ook just. dat heel bekend, die heel bekende scène met. Um, een acteur die later nog bekend geworden is in. in um, in dingen in uh, Sons of Anarchy. Ah, ja. Die gast met zijn hele lichte ogen. Ik zin zijn de naam even kwijt. Hè, maar dat je zegt van I have a light, en dan geeft hij die zo een in zijn gezicht en dan zegt hij nog eens opnieuw zo I have a light. Dan doet hij dat weer en dan zegt hij me touch me again and I'll kill you. Ja. En dan slaagt hij nog eens op die zijn gezicht en dan slaagt hij die is een neusbeen zo door die is een brein. Ja. Maar dat is zo'n mega brute scène en dan doet hij zo verder die sigaret en dan zegt je <laughs> told you. Dat, 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 dat zit vol met van, van die onwaarschijnlijke graven. Het straf ja. van de Last Boy Scout is dat is ook zo'n soort die hard lethal weapon achtige achter veel, maar veel donkerder. Ja. Heel donker, het regt ook de hele tijd, dat is echt depressief. Heel, heel brut, heel agressief. Heel bruut. He? Er zit ook, uh, ik denk dat zelfs uh, Halle Berry... Halle Berry zit daarin, ja, Nog rot. een hele jonge Halle Berry, ja. ding is Damon Wayans, die er ja. ook heel goed in is. Dat is eigenlijk de, 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 ja. de zwarte, de, de lethal weapon partner, ja. bij wijze van spreken. Ja. Dan is dat is, ze, ze gaan een, samen... Een voetbalplayer die dat ja. eigenlijk een klein beetje disgraced is, omdat hem drugs gebruikt. Juist. En die dat dan later zijn partner wordt in dat detective agency. Yeah, maar daar yeah. komt ook de legendarische zin in: dat ze dat, uh, dat zo'n vrouw in bedriegt met zo'n collega van hem, mijn ja, dat haar kind en dat yeah. ze zegt van het gut, hè, zo, en dan zo, oké, okay, gut. En dan slaagt hem die zo'n kaart in zijn mag en dan zegt hij zo: I'm sorry man, I, I didn't, I didn't mean, I didn't mean to fuck your wife. En die zo, what do you mean, you just walked in, slipped and accidentally slipped your dick into my wife. <laughs> <laughs> so, Ongeluk. Er zitten zo keih veel van die mega, mega te zien. En dat is dus, wel bij dingen ook, want wat was de andere dat je nu weer zei? Dat was ook een kei goeie. Um, uh, dingen uh, Hudson Hawk. Hudson Hawk. Oh. Nee, ik wou nog zeggen over de laatste uh, Boy Scout. Ja. Het einde van de laatste Boy Scout is dat blijft ook altijd in mijn herinnering zitten: is, uh, is dat we zeggen, als ik dit overleef, dan zie ik de horlepiep. Ja. En aan het einde van de film, het is eigenlijk helemaal gedaan, dan staat hij ergens in zijn eentje. ...de hoornpiep te ja, dus dansen. bovenop een ding en zo... ...what's he doing? He's dancing, sir. Zo is in is de geest, in de jig. helikopter. Ja, yeah, yeah. dan is is helemaal op Tinder dat hij zo wegwandelen... ...dat, dat ze zo, zo samen een uh, agency gaan beginnen... ...en dat hij mee gaat komen werken, Damon yeah. Wayans... ...en dan zegt hij zo... ...you know, you of need to have like a good uh, catchphrase... ...if you if you get, like, get into a fight. En dan is zo... ...what do you mean, like if I hit someone with a surfboard... ...and then they... ...and then say, surf's up? <laughs> en dan zegt hij zo... Ja, yeah, you're getting there. Zegt hij het deze? is de les te zien ook. Be prepared, son. Always be prepared. En dat is het motto van de Boy Scouts. Ja, ja, ja. Dus dat yeah, yeah. is ook zo funny. Ja, yeah, dat is echt zo'n film. Ja. Yeah. Dus je weet er wel. En Hudson Hawk is ook een van de meest Klopt. funny films dat ik ooit heb gezien. volledig over de leven. Complete super nonsense. Funny. En vooral ook um, een beetje. Um, destijds nog de klo te golpen door ze een trailer. En oh, ja. toen je een trailer zag, had ik een beetje het gevoel van dat ze een actiefilm over een inbreker ja. Maar je had totaal niet een idee wat voor een absurde flauwekul cool dat ja, dat was. Die, de slechttrekker Richard D. Grant en Sandra Bernard, ja, die zijn die zo over de die top zijn en Die zijn echt, van, I'm the villain. Dat zegt hij echt over zichzelf. <laughs> ja. En dan roept hij ze van die dingen als. Veja, doe, Hawkmeister! En zo, die is zo echt van die. Fantastic scenes, and there is also in India, that's James Coburn. Yeah. He says, yes. so the, the last time you saw me, I was bald and had a beard with no mustache and a different nose. And so if you don't recognize me, I won't be offended. And then zegt A high school science teacher. No, dat <laughs> zit zo vol met van die complete. Heer <laughs> cool. Maar dat is echt onwaarschijnlijk goed. Cool. Ja, 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 absoluut. Uh, ik vond Last Man Standing, vond ik ook niet zo slecht. Uh, 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 mm -hmm. Dus hij heeft eigenlijk best wel veel goede... Armageddon is een heel Ja, Ook heel leuk. Dat was gewoon no. leuk. Fifth Element, ja. Sixth Sense, inderdaad, Unbreakable. En dan gaat het stilletjes aan, gaat het fout. Uh, ja, uh, uh, dan die... stop het, hè. Hij heeft natuurlijk Cop-out uh, met Kevin Smith gemaakt. Dat was verschrikkelijk. Ja. Uh, die Red film is nog wel goed, maar niet door hem. Dat zijn er twee, ja. 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 Red 1 en 2. En die ja. zijn oké, okay, maar dat is meer door de supporting cast dan door hemzelf. Ja, absoluut. Dus ja. je zit voilà, gewoon en, en nu... een gevoel bij, bij Bruce Willis dat hij kind of tuned out eh, na een ja. bepaald moment. Ja. Dat hij niets nog met passie doet of niets omdat het hem nog interesseert, maar alleen omdat hij yeah, comes to earn the check. Er ja, wordt absoluut. ook heel veel van gezegd dat het een onwaarschijnlijke ijsrol is om is. samen te ja. werken, hè, ja. dat de moek helemaal niet meer cool is. Nee. Uh, wat allemaal jammer is, want ik, ik, ik ben zeker... Uh, allee, Prime Bruce Willis zeg ja. ik, ik wel echt een fan van ik al ook. die zijn films. Ah, en tenslotte, uh, uh -huh. The Return of Bruno is een plaat, een cd die hij heeft uitgebracht waar Under ja, the, the Boardwalk op staat. Dat is gewoon een goede plaat. Die heeft gewoon, ja. Want dat is echt een muzikale man... Ja. Uh, 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 en, hè, want dat is natuurlijk ook vaak dat musicaliteit en humor. Ja, dat is timing en, 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 en de ritme mm -hmm. en de toestanden. Dus daar zit ook wel een logica in. Maar die, maar die plaat, The Return of Bruno. is een zeer goede mm -hmm. Bruce Willis plaat. Uh, die uh, met Underbot was een hit. Maar die andere mm -hmm. platen zijn ook goed. Uh, andere nummers zijn ook goed. Is absoluut aanraden voor de mensen die het niet weten. Ik heb uh, hem uh, op CD uh, wel, maar niet op uh, vinyl En ik wil hem nog heel graag op vinyl vinden. Maar in ieder geval. De uh -huh. uh, oude Bruce Willis, er is niks beter. Uh... En er is ook een hele, hele mooie. Als je hem ook graag hoort zingen en je hoeft er geen plaat van te kopen, ook Hudson. Hall. Ja. Want hij is namelijk een inbreker die al zijn inbraken timed met liedjes. Ja. Waarom exact altijd van weet hoe lang dat die duren. En ja. er zijn zo twee geweldige scènes dat hij samen met een ook heel goed zingende Danny, Danny Aiello... Danny. trouwens, Danny die Aiello, heel goed zingen een acteur is. Ja. Een geweldige vent. En die ja. is die dan met twee aan het inbreken... terwijl hij Swinging on a Star dat zingen En helemaal op tende side-by-side. En dat is fantastisch. Ja, dat is echt zeer ja. goed. Dat is echt zeer. Ja, ja, want daar heeft hij... Want ik denk dat hij inderdaad een beetje kwijt is, Maar daar heeft hij spelplezier. Die is zich aan het amuseren. Ja. En wij met ja. hem. En er is, denk ik, ergens iets misgegaan in zijn carrière, dat hij er misschien ergens genaaid is door iets of iemand, of dat hij ja. echt niet meer gelukkig was. Want je hebt niet meer het gevoel dat hij het nog graag doet. Nee, nee, en dat het, was hij, zeker hij, hij, bij al zijn... Die twinkel topkons, in zijn ogen is een beetje weg. Nee, die is ja, weg, absoluut. ja. En dat is eigenlijk spijtig. Want, want ja. ik zit nog altijd een beetje te hopen dat is terug zo die ene rol ja. spelen... ...waardoor dat je zegt... ...ah, he's back. He's back, ja. ja. Ik ook, absoluut. Mm -hmm. All right. We, hebben het, we gingen even drie kwartier doen. We zijn er toch in geslaagd... ...om het iets langer vol te houden. Om het uh, twee uur vol te houden. Hoe goed gedaan. Dat dan, is uh, <laughs> zo. <laughs> maar uh, bijna, alle liefde voor Bruce Willis. Alle liefde voor John McTiernan. En alle liefde, Thiernan, en alle ja. liefde voor... Uh, ik ben geen kerstmens... ...maar als het kerst is... ...kijk ik die hard. Het zal wel zijn. Alex, ik wil oh bedankt. bedanken. Reindeer, go cheese, pizza. <laughs> 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 Dankjewel. Oh, lollig. Bye bye. Lollig. Goed. Bye.